Hey, hallo en leuk dat je luistert naar de 100ste aflevering van F1 Spoiler Alert. En wat een aflevering hebben we voor je klaarstaan? We gaan het hebben over de Grand Prix van Italië, Johan. De Grand Prix van, de van, Grand Italië. Grand Prix van Italië. De. De. Uh, hoofdletters. De. Grand Prix. Grand Prix. Hoofdletter G. Hoofdletter P. Van Italië. 2020. 2020. Het was maar er eentje. Uh, dit was maar er eentje voor de boeken. Voor de boeken. Ik had allemaal historische flashbacks. Uh, voor de boeken. Moet ik moet zeggen, voor de Wikipedias. Hoe, hoe, je dat, hoe, hoe zeg je dat in de moderne <laughs> tijd? Voor de boeken. Dat is eigenlijk niet meer Nou ja, tijd. er worden nog steeds Formule 1 jaarboeken gemaakt. Ja, dat is waar. Het, uh, ik neem aan dat uh, wel veel luisteraars hebben die die uh, nog steeds paar Ik heb er zelf een aantal uit ja. de jaren negentig. Ik ben... Op een gegeven moment wel opgehouden uh, met die collectie. Als je op een gegeven moment alleen nog maar Schumacher in de kast hebt staan, dan ben je wel een keertje klaar mee. Dan denk je, ja, we moeten nou nog in de kast hebben staan. in de kast hebben staan. Ja, ja nou ja, goed. Maar het werd op een gegeven moment een beetje saai. <laughs> maar uh, nee, ja, maar dit, dit is er zo eentje. Ja, oh man, man. Ik had allemaal flashbacks naar. Uh, nou ja, het werd veel gezegd. Hè. Uh, Pierre Gasly, die, die wint. Hij is de eerste Fransman in 23 jaar die een uh, Grand Prix wint. Ja. Op het moment dat dat gebeurde, dat was namelijk Olivier Panis. Dat ja. heb ik uh, gezien live. Dat kan ik me nog goed herinneren. Uh, Jij was daarbij? Nee? Ik was daar niet bij okay. in mijn nakomen. Maar <laughs> ik kan me nog heel goed herinneren. Nee, Want het gebeurt na namelijk niet zo heel vaak. Dat er iemand wint waar je totaal niet van verwacht dat hij dat gaat winnen. Nee. Uh, maar op dat moment dat uh, Panis won, was uh, Pierre Gasly drie maanden oud. Dus uh, <laughs> dat is toch wel heel ja, bijzonder. Je hebt, je hebt zeg maar de underdogs, dan heb je de underdogs en je hebt de underdogs van de underdogs. En die winnen natuurlijk niet zo heel erg vaak. En dat zijn dan wel de momenten waarop uh, je Formule 1 hard sneller gaat kloppen, onderaan de streep. Ja, nou, dit... Laten we ja, ja. zo zeggen, het was niet het record wat ik vandaag gedacht had dat vandaag zou worden evenaard, qua timing. Welke record? Nou, Lewis Hamilton kon vandaag zijn 90ste overwinning pakken. Oh ja, ja dat stond ook overal op de bord. Dat was, was heel ja, verwaarloosd. Ze, ze hadden een foutje gemaakt inderdaad. Ze een, een. Ik weet niet of je dat had hebt op de kwalificatie, maar toen Lewis Hamilton uit zijn auto stapte bij de kwalificatie, ja, stond er. hij boven 90ste ja. overwinning. Dat was een ja. klein voor, voorschotje hadden ze genomen. Nee, maar de, 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 de poëzie, de, de dichtrijke Formule 1 had bedacht. Lewis Hamilton kan dit weekend zijn 90ste Formule 1 overwinning pakken. Op hetzelfde uh, circuit oh, zo, Michael Schumacher zijn 90ste Formule 1 overwinning. Ja, who partij. cares? Hey, serieus. Precies. Houd toch eens op met. Al, Heerlijk? Man, uh, uh, nobody gives nee, iedereen, shit. Iedereen, uh, iedereen was daar eigenlijk een beetje naar aan het kijken. En dan gebeurt het dit. En dit is toch wel de pracht van, van topsport onderaan de streep. Ik, had, ik heb niet zo'n hoge hartslag gehad tijdens een Formule 1 race sinds Barcelona 2016. In ja. de laatste tien ronden. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik heb. Zo verschrikkelijk. Mag, op laatst mocht je ook niks meer tegen mij zeggen. Je begon van alles te zeggen. Zo, ah, maakt het niet uit of een Sainz wint of een Gasly wint. Het maakt <laughs> er wel uit. Voor mij maakt het heel erg uit. Want, ja goed. Dus zullen, ik, tuurlijk, ik ben ook McLaren fan. Dus ik, ik vind het hartstikke tof dat er een McLaren op het podium staat. Laat mm -hmm. me mm -hmm. dat voorop stellen. Uh, we gaan straks nog uitgebreid hebben over uh, de derde plek. En of dat nou geheel terecht is dat Lance Stroll daar uh, stond. Uh, mm -hmm. Daar zijn uh, wel uh, veel vragen over, uh, merkte ik na afloop. Um, maar ik heb bij Carlos Sainz zoiets van... ja, die, die overwinningen komen nog wel. Ik weet niet of ze in oh, de o, dat, dat gevoel heb jij. Ja, ja, <laughs> ja dat niet, heeft maar... hij zelf niet meer waarschijnlijk. Nee. <laughs> nee, ik heb zelf dat gevoel helemaal <laughs> niet... als ik naar de Ferraris <laughs> kijk de afgelopen weken... en ook vooruit kijk naar de komende periode. Maar... Ik, er was een grappig moment na afloop van de race... Uh, waarop Carlos Sainz zijn team bedankte... en toch blij was met die tweede plek. En ik, ik had het gevoel dat hij toen over de boordradio... ik verstond iets... dat, ja. Ja, ja maar maar... ik verstond... Nee, maar hij, dat was zijn dat was gebrek. Oh, jij verstond, sorry. Nee, ik verstond dat hij tegen zijn team zei... van, what am I going to do at Ferrari? Ja, nee, dat, 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 dat <laughs> was wishful thinking. Oké, okay, uh, ik dacht echt of, dat we het gehoord of, hebben. Ja, dat, dat is toch een soort storm in de notendop dan inderdaad. Maar het was een beetje het, uh, het, het gebrekkige... en emotionele Engels van Carlos Sainz in dit geval. Want uh, wat hij zei is... Uh, I do not know whether to laugh or to cry. Uh, dus hij, de, 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 trans, de, de bordradio is uitgezonden tussen. Zij dus wist niet of hij nou moest lachen of moest huilen, want hij had natuurlijk de overwinning binnen handbereik. Uh, dat wilde hij eigenlijk duidelijk maken. Maar het was geen, uh, geen uh, verborgen noodkreten. Uh, ik, ik gebruik een stopbordje en ik wil weggehaald worden bij vergelijking. In dit geval. <laughs> nou goed, uh, ja, dit Flugelhorne, was. Flugelhorne, ja. Weg. Ja. ja, precies ja ik kan ik kan ik kan deze race ik kan, ik, ik ben, we zijn terug gaan zoeken net naar allerlei historische races en en dingen waar het je aan doet denken maar de, er is eigenlijk geen vergelijking uh, te maken met historische races nee, maar dat is het mooie van dit soort ja iniekening. nee dat weet ik ook wel maar het, is, het grappige is van dat is het mooie van Formule 1 ook is uniek is ook echt uniek er is ja. geen playbook. Kijk, je hebt uh, in andere sporten heb je altijd dat er in de laatste minuut nog een goal valt. Of in de laatste 20 seconden nog een goal valt. Of de keeper scoort met een omhaal. Of weet ik veel. Maar zijn In allerlei sporten zijn er een soort van playbooks, hè, van volgorde op dingen. Maar dit, dat kan in de Formule 1 bijna niet. Omdat er zoveel parameters zijn die meespelen. En dat vind ik het mooi aan de Formule 1 in dit geval. Ja, voor mij was het om meerdere redenen. Uh... Uh, uh, ja e emotioneel kan ik wel zeggen nee, ik vond het, ja nee ik vind het echt ik vind, kijk Pierre Gasly die ja het, het, het is een cliché hè want iedereen heeft het erover. Maar Pierre, Pierre Gasly een cliché nee Pierre nee. Gasly is geen cliché hij is ja zijn verhaal uh, wordt door alle media op dit moment breed uitgemeten uh, de afgelopen 18 maanden van zijn leven waren een complete rollercoaster. Hij ging naar Red Bull omdat Ricciardo daar wegging. Er moest een plek opgevuld worden. Hij was het nieuwe talent. Debbie Rosso hartstikke goed. Nou, naast Max Verstappen, we hebben we het vorig seizoen heel vaak over gehad. Totaal. Uh, ja, mislukt eigenlijk. Het kwam niet uit de verf. Ja, mislukt is een groot woord, maar hij had ook veel pech in die beginfase. Ja. Ik kon merken dat hij heel onzeker was, zenuwachtig. Het was ook al, altijd een beetje het sullige kleine broertje van Max Verstappen. Weet je wel? <laughs> Max Verstappen was eerst het sullige kleine broertje van Daniel Ricciardo. En toen kwam uh, Gasly erbij, die nota bene ouder is hè, dan Max Verstappen. Maar op de een of andere manier, ja, dat kwam toch een beetje lullig uit de verf. Ik zie elke keer als ik gifjes zoek van Pierre Gasly, dan vind ik ook die gifjes uit die tijd dat ze met z'n tweeën zo'n smoking aan hebben en in die auto zitten ja, ja. En, 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 en Max daar met zo'n duim zo ja. hij zo binnenkomt ja, ja nee, precies nee, ja, en Gasly ja. daar zo'n beetje zenuwachtig achter zit van hey het is het was gewoon ja hij was gewoon zenuwachtig hij liet zich ook door de door de social media heel erg overrompelen en ja. Je zag zijn zelfvertrouwen gewoon race na race na race weg hebben. En hij kreeg ook veel kritiek vanuit het team. Want uh, 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 Helmut Marco, die was natuurlijk liet zich uh, kritisch uit. En, uh, en ook Christine Horner uh, hier en daar wel. Ja, hij moet wel zijn best gaan doen. Nou, we hebben er al heel vaak over gehad dat ze dat dit jaar met Albon echt anders proberen aan te pakken. Veel, veel meer ja. Ja, soort motiverende uh, leraar, proberen te ja, zijn. Ja, ja, ja. Zover, laten we er niet nog een Zijn carrière kapot maken. Nee. Maar ja, het mooie is natuurlijk wel... dat Pierre Gasly terug is gegaan naar Torosso... waar hij ooit begonnen is. Hij heeft een ontzettende goede klik met die monteurs daar. Hij is ook in Milaan gaan worden, wonen. horen hoorden we vandaag ook overal. Dus ook weer een cliché. Maar goed, hij is daar in de buurt gaan wonen. Weg uit Monaco, nieuw leven. Nou, toen was daar vorig jaar... Uh, nou, twee dingen eigenlijk. Eén, hij ging terug naar, naar Torosso. Uh, Spa was de eerste race naar de zomerstop. Dan gebeurde dat verschrikkelijke ongeluk met Antoine Hubert. Een goede vriend van hem. Uh, emotionele rollercoaster. We kennen alle foto's van uh, de Franse coureurs uh, en, en Charles Leclerc uit Monaco. Maar die kenden elkaar allemaal goed. waren allemaal goed bevriend. Uh, dus verschrikkelijk emotioneel uh, die dag. En daarna is, is zijn carrière een soort ja, opgaande lijn weer. Want bij Toro Rosso vond hij zichzelf weer terug. Die race Brazilië vorig jaar, nou die bezorgde me al kippenvel. Ja. Dat was de, hoe hij daar Hamilton achter zich houdt op het lange rechtstuk. Uh, tweede woord notabene. Hij werd er niet derde, hij werd tweede voor ja. Lewis Hamilton. Weet je, die uiteindelijk nog een straf kreeg voor die situatie met Albon. Maar dan nog, het was zo'n... Ja, fabelachtig moment aan het eind van het seizoen dat, dat hij weer ja, dat te boven kwam. En dan dit seizoen bij Toro Rosa. Hij heeft gewoon het topseizoen. Laten we niet vergeten dat hij vorige race in Spa vorige week ook Driver of the Day werd. Ja, ja. Ook omdat hij weer een fantastische race uh, neerzette. Klopt, ja. En vandaag voor de tweede keer. Weet je, die gast die, hij rijdt gewoon de sterren van de hemel. Het is een van de, de, de leukste coureurs van dit seizoen om naar te kijken en om te volgen in de race. En dat hij zijn eerste Grand Prix wint. Ik vind het. Het is fabelachtig en het is ook niet alleen mazzel. Want tuurlijk moet je mazzel hebben. En de race vandaag, ja, dat is allemaal dingen die op een bepaalde manier uitpakken. Uh, en uh, ja, hij heeft mazzel met het feit dat er een rode vlag is, dat mm -hmm. de race wordt mm -hmm. stilgelegd, dat ze bij Mercedes stomme fout maken door Hamilton uh, op verkeerde moment naar binnen te halen, die een penalty krijgt. Daar hebben ze mazzel mee. Maar het feit hoe Gasly vervolgens toch die overwinning binnenharkt, ja, is knap. Zeker. Nou, ik kijk even naar de. de even, oh, jij zegt inderdaad nou, een uitmuntend zoon ik kan het alleen maar onderstrepen. En een andere manier waarop je dat kunt bekijken is heel simpel naar de constructeursstand te kijken. Um, waar op dit moment uh, natuurlijk uh, Mercedes uh, Joviaal en uh, Riant bovenaan staat. Die wonen daar, uh, zou ik willen zeggen, huurvrij zo'n beetje. Um, maar op plek 7 vinden we Alfatauri. En op plek 7, Alfatauri heeft 47 punten waarvan er 43 bij elkaar zijn gereden door de Pierre Gasly. Gasly. Uh, 43 van de 47. en ja, Er zijn heel veel mensen die dan zeggen, ja, maar Danny Fiat rijdt ook wel oké. Okay. Nee hoor. Nee. nee het <laughs> is, is gewoon is klaar. Nee. Um, die, uh, die gaat volgend jaar achter de graniums bij vrouw en kind. Die zien we niet meer terug in de Formule 1. Nee, ja, of misschien als simcoureur ergens, of als, als, als testcoureur. Formule 1, hartstikke leuk. Ja, kan ook nog inderdaad, ja. ja. Graveyard of Old <laughs> Formula Drivers. Mag <laughs> nou, ja, ik niet zeggen, hè? oh. Nou, ja, kijk, het, het is wel zo, het, 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 je kunt niet meer uh, eromheen dat uh, Pierre Gasly, maar hetzelfde geldt ook voor Carlos Sainz en voor de Norris bij McLaren, die daar een renaissance van een, van een merk uh, in gang hebben gezet. Maar even nu Pierre Gasly eruitpikkende. Je, als je 43 van de, uh, van de 47 punten bij elkaar koerst, ja, dan ben je gewoon uh, in, in bloedvorm. Uh, want heeft je... hij nu meer punten dan Albon? Uh, even kijken. Hij heeft nu nog niet meer punten dan Albon. Hm. Dat gat is nog wel uh, uh, verdacht klein. Want uh, Alexander Albon staat op de zesde plek in het wereldkampioenschap met 48 punten. Vijf Pierre punten. Gasly staat daar uh, twee plekjes oh, onder. Ja. Uh, uh, op de achtste plek inderdaad, uh, met 43 punten. Ja. Dus het gaat inderdaad maar vijf punten. Daartussen staat overigens Charles Leclerc met 45 punten. Mm -hmm. Wat ook iets zegt over de prestaties van de heer Albon. Maar dat is een ander verhaal. <laughs> <Ja. laughs> dat je in een Ferrari nog zoveel punten bij elkaar hebt gereden, dat is ook een prestatie. Ja, of in een Red Bull zo weinig. Eén van die twee, ik laat het de... even in midden. Ander andere moment van de podcast misschien. Maar uh, oh. nee, Pierre Gasly staat op dit moment acht in het wereldkampioenschap. Ja, hij doet natuurlijk vandaag een fantastische inhaal. Uh, move als het gaat om de punten-totalen uh, die hij haalt. Want hij schrijft er natuurlijk vandaag 25 bij. Uh, maar dan nog: uh, 43 punten van de 47. Hij is gewoon de absolute leider van dat team op dit moment. Ja, eens. Ik, uh, ik heb even wat, uh, wat feitjes erbij gezocht. Even, ik dom, in de, feitjes. even in de jaarboeken van vroeger gedocumenteerd. Het, het zijn wel echte feitjes, hè? Het zijn feitjes, feitjes. Ja, het zijn allemaal Geen Amerikaanse feitjes. Nee, het staat op Wikipedia. Dus Ook oh, dan, dan is het, het, waar. het waar. Ja. <laughs> en op YouTube. <laughs> um, ja, nee. Ik, ik, even kijken, want iedereen had het natuurlijk over. Oké, okay, de eerste Franse overwinning in, uh, in, in 23 jaar. Dus echt een tijd geleden. We moeten terug naar 1996. Olivier Panis, die won toen in Monaco. Dat was die rare regenrace waar uiteindelijk maar vier auto's over de finish kwamen. Ja, had het zelf ook niet verwacht die dag. Nee. Nee, nou, wat ik grappig vond is de het ook even. Die zag hem echt zo dat binnenschieten. Oh ja, verrek. Ja. En het was wel mooi, want in de latere interviews zei hij ook van. Nou, het is wel grappig, want toen ik met Formule 1 begon. Uh, heb ik dat wel vaak geroepen. Dat dat maar eens snel moest veranderen. Er ja, moest nu toch maar wel ja. weer eens een Franse Formule 1 winnaar weet komen. Weet je wie dat feitje direct paraat had tijdens de race? Nee. Romain Grosjean. Ja. Over de boordradio krijgt hij te horen wie de race gewonnen heeft. Op dat moment reageert hij super enthousiast. en zegt hij, Gasly, yes boy. Ja. Uh, en uiteindelijk de eerste overwinning, fucking fantastic. De laatste die gewonnen heeft, was Panis. Dus, uh, hij had het uh, ja, gelijk, maar echt, maar, oh Man, Sommige coureurs, daar denk ik nu al van. Ik weet niet of ze de meest succesvolle formule 1 coureur aller tijden zullen gaan worden. Maar ik denk dat we ze nog heel vaak teruggezien, bijvoorbeeld als commentator of in een andere rol in sport. Grosjean, die zie ik zo bij de Franse televisie gewoon. Dat is volgens mij een soort wandelende... Volgens mij een soort wandelende Wikipedia, want die weet heel veel en, uh, van, van, de, van de geschiedenis ook. van. En je ziet van, van dan sommige coureurs inderdaad en Grosjean is een goed voorbeeld van George die... Russell vind ik ook zo. Exact, George dus... Russell, die is nu al klaar om bij de BBC gewoon de commentator te gaan. Als getoet. analist aan de slag gaan. Ja, maak. ja. nee, ik maakte die grap deze week nog inderdaad, of eigenlijk dit weekend nog, dat George Russell ook zo'n figuur is die gewoon, die is eigenlijk bondscoach terwijl hij al in de auto zit, nog in de auto zit, zeg maar, um, en dat Heel volwassen hij volwassen kereltje, juist, en ja. dat hij ook inderdaad die persconferentie zei: uh, ik ga de functie van Claire overnemen bij Williams en ik word teambaas, allescorreur. Weet je, ook, ook zijn interview na de kwa die kwalificatie, hè? Ja, de, We zijn allemaal uh, stel. Ik, ik, ik weet niet of we de <laughs> tijd voor hebben, maar inderdaad, we zijn allemaal een stel baby's dat we daar ons uh, ja. uh, uh, als kleine kinderen gedragen in die eerste. Heerlijk, Q maar ook even, Q1. Even, even duidelijk maken: deze jongen rijdt zijn tweede seizoen Formule 1 en uh, spreekt de rest van zijn mede coureurs ook gewoon aan op dat moment al in zo'n. Hij zou ook maar, een goede maar, zijn om op op gegeven moment die rol van Grosjean over te nemen, want uh, Grosjean is toch ook de GDPR, ja. ja, de ja. voorzitter van de drivers, uh, drivers association. association ja. Het zou wel. Ik zeg GDPA, dat is iets anders, maar goed. Oké. Okay. We, uh, ik weet niet, heeft iets met corona te maken? Nee, het dat g klinkt heel eng. Het is, het, het is de Grand Prix <laughs> GPDA, het is de Grand okay. Prix Drivers Association. Ja, dat ja. klopt wel. Uh, nee, maar George Russell zou ook voor zo'n functie. Uh, het is een beetje net zoals in het nee, voetballen, dat je bij sommige voetballers heb je meteen zoiets: oh, die is zeker aanvoerder, die ja. stralen dat uit, ja. zeg maar. Nou, ik denk wel dat misschien daar nu nog een ticketje jong voor is, om dat dan weer gelijk. Nou, waarom niet. Maar Thijs duch... Licht was ook aanvoerder bij Ajax. Ja, Dat heb je, dat heb je, dat heb je Dus de uh, leeftijd is nee, geen. Ja, hadden ze inderdaad gelijk paraat. En, uh, en, en ja, dat is fantastisch. Ja, ik hoop voor Gasly, want jij zei al terecht inderdaad: je weet van sommige groepen niet waar ze uitkomen uiteindelijk. Ik hoop van Gasly dat hij niet, niet hetzelfde lot treft als, uh, als Panis. Als Pani's. Nee. Nee, 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 nee. Nou goed, en ik, ik, ik ietsje verder terug, want uh, uh, Panis was inderdaad la de laatste. Maar een jaar eerder hadden we natuurlijk de overwinning van Alesi. Alesi, ja. Op uh, het circuit van uh, Canada Laura, in 1995 ja. en daarvoor ook niet, niet zo heel uh, uh, lang geleden, in 1993, uh, Alain Prost, zijn laatste overwinning. Je zegt niet zo lang geleden, dat is voor jou en mij niet zo lang geleden, nee. maar dat is voor een hele hoop mensen. Uh... Die zijn in dat jaar geboren. Ja, precies. ja. <laughs> nou, ik moet eerlijk bekennen, ik ben pas in 1994 Formule 1 gaan kijken, dus ja. ik, heb, ik heb Prost ook nooit zien rijden, nee, maar precies. 93 is het, is het laatste jaar. Uh, waarin hij reed en waarin hij ook wereldkampioen werd. Dus hij pakte meerdere overwinningen hoor, dat jaar. Maar uh, daarna moesten de Fransen er dus even op wachten. Alleen in 1995, pannies in 1996. Maar toen ja. was het heel lang stil. Geen Fransen. Ja, ja. Leclerc uh, die praat wel Frans, maar die komt uit Monaco. Ja. Dus uh, die telt niet mee. Telt het niet was mee. Uh, toch bijzonder om daar het Franse volkslied uh, weer te horen. En natuurlijk ook het uh, Italiaanse volkslied voor de. Het team van Alpha Tauri. Ja. Op onze, um, dames en heren. Ja. 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 <laughs> zeker, ja, zeker, zeker. Uh, nee, goed, legendarische races. De, Ik heb nog even teruggezocht. Maar wat wel opvalt, dat de, is... De, ja, de meeste races die je te binnen schieten... die zo'n bizarre uitslag hebben als vandaag... zijn bijna altijd regenraces. Ja. Dus uh, veel mensen zullen nu zeggen... ja, maar was dit vetter dan Hockenheim? Hocka hè, vorig jaar en dus ook, was het natuurlijk briljant, die regenrace. Ik denk dat Hockenheim misschien in zijn totaliteit... Uh, spannender was omdat er uh, ja, door een regen meer gebeurde, en Dan heb je ook natuurlijk nog Brazilië 2016, ja. uh, Brazilië vorig jaar zelfs. zo'n ja, een ja, briljante ja, race, ja, ja. dus uh, er zijn wel meer uh, hele bijzondere uh, races geweest. Je hebt ook vaak nog ik uh, de regen, nou, apart in een naadje, ja, nee? vaak ja. speelt de regen daar nou ook bij Panis in 96. Wat me ook nog te binnen schoot, is uh, Damon Hill die won in Spa in 1998 ja, in een ja. Jordan was de eerste Grand Prix overwinning van Jordan. Dat schoot me ook nog gelijk te binnen. Eddie Jordan daar dansend door de door de pitstraat. <laughs> uh, maar er was ook een race waarbij heel veel coureurs uh, uitvielen. Volgens mij stonden er uiteindelijk maar zes aan de aan de finish, omdat het dus uh, Keihard regende bij ja. de start. Al meteen een grote crash was. Um, ja, dan had je nog Fiscella in, in 2003. Dat was ook een uh, ja. uh, een bijzondere. Ja. Um, M ik dan, want we hebben natuurlijk een hele hoop races terug zitten te kijken... Uh, eigenlijk na de afloop van deze race, om even lekker in die flow te blijven. Mm -hmm. uh, ik moest wel ook een beetje denken aan de, de maffe races die dan alsnog wel... Uh, of had dat meer te maken met de rode vlaggen die daarin een rol spelen, bijvoorbeeld zo'n Azerbeidzjan in 2017 uit mijn hoofd? Ja, een ja, ja, nou, rode vlaggen was sowieso een tijdje geleden, want ja. de race werd stilgelegd. Dat, dat, dat zie je niet vaak als het droog is. Uh, maar dat heeft uh, meestal zien we rode vlaggen bij een regenrace. Dan uh, uh, Japan 2014 als meest ja, tragische voorbeeld, één. Uh, de race werd uh, toen stilgelegd omdat. Uh, Bianchi, ja. Bianchi natuurlijk daar kwam uh, ja. te overlijden. Maar ook omdat het daar zo verschrikkelijk hard regende. Dat veroorzaakte eigenlijk die crash. Ja. Um, dus vaak is dat de aanleiding. Een rode vlag uh, wordt ook vaak gegeven, eigenlijk precies wat we vandaag hebben gezien, omdat er een kleine schuiver is geweest en er een bandenstapel ja. uh, kapot is of een vangrail. En dat uh, was volgens mij ook in uh, Azerbeidzjan in 2017 toen ja. het geval. En dit is die beroemde race uh, waarbij uh, Vettel... Instuurde op, uh, op Lewis Hamilton. Omdat Lewis Hamilton ontzettend langzamer ging rijden bij de herstart achter de safety car. Daar was ja. hij zo pissig over dat hij hem even zo met de wielen er tegenaan beukte. Kortje. Kreeg hij uiteindelijk ook een 10 Stop seconden penalty ja. voor, ja. net zoals ja. Hamilton vandaag. Ja. Um, en ook uh, natuurlijk uh, was dat de race met uh, het stuurwieltje van. Uh, Steering wheel. Steering wheel. Steering wheel. Ja. Maar het was een tijdje geleden, 2017, wat jij zegt, het is drie jaar geleden dat we uh, een rode vlag hadden. Het is uh, volgens mij was het ook de race dat wel Daniel Ricciardo daar ook heel veel baat bij had bij die rode vlag. Want die lag volgens mij op dat moment ergens ook rond de 13e, 14e plek vanwege een probleem dat hij had met de auto. Volgens ja. mij een remprobleem ja. uh, over weer te remmen of iets dergelijks. En toen had hij inderdaad ook die, 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 die safety car kwam en die rode vlag. En toen uiteindelijk wist hij die race te winnen. Mm -hmm, dus mm -hmm. je ziet ook wel, het is ook bizar om te zien dat zo'n rode vlag dan zo'n enorme impact kan hebben op de complete grid die door elkaar gehusteld wordt natuurlijk. Klopt, klopt. En uh, ja goed, wat, het was een beetje een combinatie enerzijds van wat jij zegt: inderdaad, zo'n rode vlag-situatie. Wat ook uh, volgens mij zei Ricciardo het na nou afloop in een van de interviews: hij zegt: een rode vlag is altijd uh, spannend. Uh, voor de coureurs, want je wordt uit je race ritme uh, gehaald. en daar moet je weer terug in. En Lennon Norris, die zei: Na afloop, hij zegt. Uh, wat ook het verhaal is dat je moet starten. op redelijk koude banden. met een lichtere auto. Hij zegt: En dat klinkt makkelijk, maar dat is moeilijker. <laughs> dus uh, zo'n start opnieuw maken, dat is moeilijk. Maar ook weer terug mentaal in die wedstrijd uh, komen, dat is ook een uh, tricky situation. En wat wij natuurlijk heel opvallend vonden, dat, dat is dat we Lewis Hamilton. Uh, er ook echt tussenuit zien knijpen. Ja, Louis ging even wandelen op die dag, Ja, wij dachten, waar het gaat hij nou gingen. heen? Ja. Die gaat er op een stepje, moet hij moet naar zijn eigen wc? Of wat, wat, wat is Ja, hij moest het het waarschijnlijk een, no een number 2 doen inderdaad, maar dan kan hij naar het motorhome. Het motorhome <laughs> is, het in, principe natuurlijk, is het in principe achter de garages. Dan kan hij gewoon naar de garage toe en dan door de achterdeur van de garage naar zijn toiletje als het nodig is. Maar er was dus allemaal, ja, maar staan we van die pijlen op de weg. Hè? We yeah. dezelfde, nee, nee het maar was hij niet. ging dus inderdaad naar een trap, ja. trap op, trap af. Ja. Uh, wat ik fascinerend vond, is dat de camera het allemaal volgde. Alsof Louis helemaal een soort soort... Spycam, zeg maar, nou, achter zich ja, de vliegen. Is daar, er is daar een regisseur gezeten en de regisseur kan je zien waar gaat Louis Hamilton zijn. Die ja, gaat niet een, een poepie doen. Nee, er is paddenpoepie. Pad pad we gaan uh, achter Louis Hamilton aan, want die gaat <laughs> iets anders doen dan een poepie. Dus, uh, nou. nee, dat was ook zo. En dat was ook zo. Ja, maar het heeft lang geduurd voordat we erachter waren. Ja, wat want alle had geen idee. Dus die nee, <laughs> daar Olaf, werden we niet veel voorbij. Dat is wel een hele rare plek om een poepie te doen. Nou ja. Had dat... hij dat wel gedaan op die plek, was het wel een heel ander verhaal geworden dit overigens. Want waar ging je heen, Marjolein? Hij ging naar de Stewards of the Meeting. Want op dat moment hing natuurlijk die straf al boven zijn hoofd. Trifratie uh, had hem al gehad op dat moment. Ja, en het was een beetje een rare situatie. Ja. Hoe gaat Hamilton hem nou ook wel of niet krijgen? En Hamilton wilde even. Uh, zelf de beelden bekijken. Alvorens hij die straf kreeg. Dus hij is even naar. Uh, Michael Massie gelopen. Uh, ja, goh, ja, Gelukkig niet om een poppie te doen, want dat had een hele rare situatie opgeleverd in de, in de Steward Room. <laughs> yes, um, Goed. Maar hij, voor... heeft de ja, hij heeft de beelden uh, teruggekeken. Ja, heeft de beeld teruggekeken. Wij hebben die beelden ook, natuurlijk, 6 miljoen keer voorbij zien komen. Ja, we snapten er geen hol? van. toe. <laughs> Ik denk, we willen eens naar nou duidelijk nou maken. Zet, dan, zet even een cirkeltje eromheen. Een pijltje neer, <laughs> inderdaad. Teken een cirkeltje. Doe even een Instagram story erover of zo. Maar nee, het is verhaal is dus, ook voor jouw beeldvorming, ook voor de mensen die zich ook. Ook nu in de auto of in de fiets of in de trein zitten en zich afvragen wat ze ons duidelijk maken. Er schijnen dus, ik heb ze nog steeds niet gezien, er schijnen dus buiten de pitmuur schijnt er een bord te hangen wat knippert waarop staat: Pit Lane Closed. Nou, Lewis Hamilton ging naar Michael Masi toe om te zeggen: Ik heb dat bord niet gezien. Nou, ik kan hem verzekeren. 6 miljard andere kijkers van de Formule 1 afgelopen weekend ook niet, want ik kon hem ook niet zien. Nee, maar alle andere uh, coureurs wel. Ja. Dat is waar. Dus dat, daar zit het wat in. Uh, en daarnaast was het natuurlijk dubbel geel. Uh, dus er was een, een hoop onduidelijkheid over. Maar goed, uiteindelijk heeft Lewis Hamilton afgelopen de afloop wel gezegd... Uh, ik neem hier voor, volledig de verantwoordelijkheid voor. Um, en, en samen met het, uh, uh, ja, met het uh, team. En heeft gezegd... het is gewoon uh, een slechte miscommunicatie. We moeten het gewoon uh, laten voor het is. Ja, Door maar, maar Toto, Toto was er wel uh, boos over. wil ik even aanvullen. Want ik hoorde uh, Toto nog een interview geven... en um, uh, waarin hij zei van... ja, luister, het is voor ons niet... Duidelijk. En voor de coureur ook niet. Nee, klopt. Hij zegt, we krijgen van de FIA instructies over uh, Safety Car en, en hè, wat er dan gebeurt. Ja. Hij zegt, en op pagina 4 staat op dat moment dat de pitlane geclosed klopt. is. Dat hebben wij niet gezien. En de coureur ook niet. Ik Vroeger stond er een soort stoplicht en er was gewoon een hele grote rode lamp... Ja. dat je op dat moment de pitstraat niet en in mag rijden. En die nee. is er niet meer. Nee. Dus nee. Toto nee. was wel een beetje geparkeerd. Hij zegt, zet daar nou gewoon een rood stoplicht neer. Dan, dan kan het niet missen. Nee. Uh, ik vond wel dat hè, we hebben de beelden vaak teruggezien Ik vond het wel verwarrend, want er hangt daar ook heel veel reclame. Er hangen allemaal Heineken-borden. Ja, dus er staat een heel grote box-box. Zo de aanbrengen, inderdaad. Ja, box-box. Loes, want die denkt alleen maar box-box. Dus, dat ja. doe ik. Maar, Bo bono roept me Ja, precies. Ja. Ik moet, ik, bono, bono. Has me. Ja, zin. precies. Goed. Dus die denkt: ik moet naar binnen. Dus, maar ik moet wel zeggen, hij was de enige samen met Giovinazzi die dat deden. En wat ons meteen opviel is: de rest blijft buiten. What's happening? Uh, wij hadden het namelijk al over McLaren. En die moesten twee stoppen gaan maken. Die zaten hartstikke dicht op elkaar op dat moment. Dat, dat zou spannend uh, worden hoe ze dat Klopt, uh, precies ja. moesten gaan doen. En ze gingen niet naar binnen en de ronde daarna ook niet. F trouwens, ook weer zo'n momentje waarvan ik dacht, nou, Olaf mol, kom op, dit is wel hè, dit, opvallend. <laughs> ja, ja, ja. Dus het uh, moment om aan de bel te trekken en enig enthousiasme wat is hier aan de hand. Uh, nou, nou bleek dus inderdaad dat uh, de pitlane uh, closed was en uh, Hamilton en nou. Geovanatsi daar helemaal niet heen hadden gemogen. Nee. Goede, goede keuze geweest van McLaren om dan toch buiten te blijven nou, voor Voorzelf had ze zij ook even lekker niet op. Ja, en McLaren doet daar ook nog iets slims. Hè? We hadden, ja, lennon Norris krijgt er uiteindelijk bijna een straf voor. Uiteindelijk de ronde later inderdaad. Ja, want ze ja, zitten ja. zo lang achter die safety car. En lennon Norris heeft op dat moment al in de smiezen gehad. Ik moet een beetje gat laten vallen. Want we gaan een dubbele stop maken. Dus op het moment dat die pitlane eindelijk weer open gaat, uh, ja, gaat hij langzaam naar binnen. Omdat hij realiseert. Nou, Science moet eerst stoppen. Ik moet er echt even vijf seconden achter zitten. Ja. Um, en dan gaat hij echt wel echt langzaam rijden in de Pitstraat. Ja. Maar gelukkig voor hem niet te langzaam. Hij, hem, want, uh, nou, hij was, hij was ge... nog wel even onder investigation. Ja, hij, hij, even daar... een, hij, gaf, hij gaf een dotje op zijn rem. Om even was wat was er genereren. Nee, in strol niet, want die kwam niet naar binnen. Perez zat erachter. Die ja. was behoorlijk uh, geïnteresseerd. Ja. Nou ja, Perez en verstappen zaten daar recht achter. En wat hij eigenlijk deed is inderdaad net voor die, uh, de, de, de pitstraat entry nog even een dotje op die rem geven, waardoor er ook wat rookwolkjes ontstonden. Dus het zag er heel spectaculair uit, want daardoor schikte ook Perez er een hoedje. Die gaat ook weer op de rem. Dus dat nou, het was, was vooral Perez' banden die zo die rook maakten. Exact. Dus die maakten die rook inderdaad. En uiteindelijk is hij ontzocht voor driving Unnecessary slowly into the pitlane. lane. Dan denk ik, ja, ja dat kan. het kan een overtreding zijn, maar het, uiteindelijk was het no further investigation. Dan zijn we gelukkig gewoon verder gegaan met de race. Maar het was wel precies het gat dat ze nodig hadden bij McLaren om die dubbele pitstop lekker te kunnen uitvoeren. Ja, nee, En voor zijn om de ruimte te houden naar achteren toe onderaan zich. Maar goed. Ja, goed, nou ja, de strategie. We komen er zo nog op terug, maar uh, qua ja, resume van uh, deze race. Het, uh, ik denk dat veel mensen toch wel op puntje op de stoel hebben gezeten. Uh, verhoogde hartslag. either which way. Hebben we gewoon een heel uh, tof podium gezien. Uh, Pierre Gasly, Carlos Sainz en, um, en Lance Stroll. Had je van tevoren... Niemand heeft dat goed voorspeld. Niemand in ons voorspelspel gaat er niemand. met de volle vandoor deze dus week. Wie, je, ja, wie nee. had gedacht dat we dit weekend in Monza het Italiaanse volkslied nog zouden horen klinken. We hebben het in de voorbeschouwing nog over gehad. Ja. van Zou er nog iets... Uh, het zou wel heel gek zijn als er zoiets ja, gebeurt. En toch gebeurt het. En toch gebeurt het. Het is de outsider die het niet verwacht inderdaad. Nee, nee ik had ook, ik, als het podium toe ging, had ik ook niet dat gelijk in mijn gedachten. van, oh wacht maar. En toen hoorde ik al die uh, monteurs inderdaad in het Italiaans natuurlijk met elkaar... Uh, uh, Pierre Gasly ook feliciteert. oh ja wacht, ze zijn natuurlijk ook gewoon een hartstikke Italiaans team. En wat dat, ja, dat ontgaat je natuurlijk al even in, het, in, het, in alle uh, spanning. Dus ik oh ja, ze zijn ook hartstikke Italiaans. We horen zo het Italiaans volkslied. Ja, dat is toch wel weer ondergaande streep. Een mooie ervaring voor alle mensen die het dan wel zijn. Zeker ook de Italiaanse uh, mensen die er zijn. Wat ik persoonlijk heel erg mooi vond van uh, dit hele podium... en ik weet niet of jij dat ervaren hebt... maar is de sportiviteit van de, het Formule 1-circus in zijn totaliteit... Uh, zowel Gasly als Sainz onderling met elkaar. Hè? Knuffelen, high-fives... Uh, ook Stroll overigens uitgebreid feliciteren aan, uh, aan Gasly. En ze gunnen elkaar die overwinning echt. Lewis Hamilton kwam teruggelopen van het wegen nog om Gasly te feliciteren. En gaf hem een, een extra uh, schouderklopje erbij. Um, je hoort ook over de boordradio, zei ik al, Grosjean hoor je roepen. Ook te gek. En die kwam ook in de, in de pitstraat gelijk naar hem toe gesprongen. Um, Binotto, de teambaas van Ferrari... kwam teruglopen van uit de malaise die zijn team heet... om even <grijgene> te komen kijken naar de podiumceremonie. Ja. En applausist is gefotografeerd... Ja. luid applaudisserend voor Pierre Gasly... die het podium op moet lopen. Uh, ja, dat vind ik toch wel heel erg Het was ontzettend. achteraf bezien heel jammer... dat Sepp Vettel zo snel uh, weg is gegaan. Tijdens de kwalificatie zagen we hem natuurlijk nog... Uh, echt uh, uh, langs de staan. Dan lag hij ook snel uit. Maar toen is hij nog even gaan kijken. Ja. Achteraf bezien... Hij had natuurlijk een, een klootdag, dag, uh, maar misschien een overwinning van, van, van zijn oude team, Toro Rosso. Ja, laten we niet had vergeten hij dat hij de laatste was mooi... die hier voor Toro Rosso die overwinning naar binnen Ja, was, en dus de denk. enige tot op heden. Want in dit 2008. Is, ja. ja, dit is de, de, uh, ja, in, na twaalf jaar de, ja. de tweede keer dat Alfa Tauri voorheen Toro Rosso een Grand Prix wint. Dus het is ongelooflijk, en ook op Monza inderdaad. Overigens was 2008 een, een regenrace. Ja, ja, en ook eentje waar Sepp Vettel natuurlijk wel op pole position startte. Ja. Dus dat was destijds ook al een. Hij was, klein... daar, hij was toen al. Het was ook zijn eerste overwinning over. Ja, ja de jongste ooit. De jongste op dat ooit op dat moment. En, en de eerste van velen natuurlijk. Ja. Uh, ik weet niet of dat nogmaals bij Gasly ook gaan meemaken. Maar Wat wel leuk is om te zien dat dan dat, daar dan toch wel een soort van parallellen in zitten. Ja, laten we hopen dat het niet Gasly zijn laatste is. Uh... Dat zou jammer zijn. Weet je, gaat hij straks in het bakje vallen van uh, uh, Panis en uh, wat hebben we nog meer? Johnny Herbert en Fisikella en Alesi, die echt wat fantastische racers waren, die we nu nog steeds weten, maar die wel een unicum waren? Ja. Of. Wordt hij net als een button, uh, uiteindelijk iemand die vaker zo'n uh, zo knootsrekker race uh, wint. En, ja. en, en laten we hopen gewoon ook normaal. Ja, kansen gaat gemaakt winnen. op een titel ook inderdaad. Een button is dus ja. gewoon nog een keer wereldkampioen worden. Een mooie, ja, los van de historische waarde van de sport. Want dit is ja, waar elke Formule 1-fan van droomt. Uh, het is heel grappig dat we het in de voorbeschouwing nog over hadden. Dat we eigenlijk stel zelfkastijders zijn. Die de hele tijd <laughs> naar zo'n hele voorspelbare sport zitten te kijken. Maar op het moment dat het dan een keer helemaal totaal anders is. Zij we, gaan, we gaan door het dak, echt tranen over. <laughs> Ik had tranen over mijn wangen op het moment dat uh, uh, Gasly uh, finishte. Maar buiten dat het zo'n uh, zo, zo bijzonder is, dit soort races met totaal ander podium, geen Mercedes, geen Red Bulls, geen Ferraris. Uh, wat natuurlijk ook heel mooi is, is de, de persoonlijke prestatie van, uh, van Pierre Gasly. Ja. En uh, het werd vandaag nog weer aangehaald dat uh, hij werd teruggezet naar Toro Rosso. En uh, kreeg toen van Hubert in die zomer nog een appje van Prove them Wrong. En vanaf het moment dat dat gebeurt, vanaf het moment dat hij terug is gezet en al, alles wat er gebeurd is in de afgelopen 18 maanden, is dat natuurlijk precies wat hij is gaan doen. En dat, dat geeft voor mij nog een extra tintje aan die overwinning van vandaag. Dat je iemand, een, een sport, sporter. In de groot ziet liggen en ja. weer op ziet staan en zichzelf opnieuw ziet uitvinden. Ja. En hij is gaan trainen, hij is gaan sporten, hij is ergens anders gaan wonen, uh, hij is an dingen anders gaan doen en hij heeft zijn zelfvertrouwen weer teruggepakt. Uh, ja, en ik vind dat hij daar heel veel respect voor verdient. Nee, absoluut. En, en uh, je ziet, we, we zijn het al in de, in de Of ja, net aan het eerste stukje al van, weet je, die, Brazilië was al een, een aankondiging van het feit dat hij, als, hij de, als de omstandigheden juist zijn. Als de auto meewerkt en, en het is een klonsgekke race... dan kan hij gewoon het uiterste uit die, uit die Toro Rosso... of uit die Alfa Tauri, halen in dit geval. Um, kijk, waar ik me nu wel begin af te vragen is... er zijn natuurlijk heel veel mensen die vandaag zeggen... nou, dit is uh, duidelijk appeltje-eitje. We weten in ieder geval wie er volgend jaar naast Max zit. Bij, uh, ik, bij zei, ik zei halverwege de race tegen jou... ik zeg, uh, als Gasly vandaag de Grand Prix wint... dan zit hij volgend jaar in de Red Bull. Ja, dat zei hij inderdaad. ja. En uh, Ik moest daar een, een beetje over nadenken... eigenlijk naar aanleiding van jouw opmerking. En toen dacht ik... Maar misschien moet Gasly wel gewoon weg bij Red Bull. Ja, dat kan ook. Misschien moet hij wel gewoon weg onder de vleugels van uh, Helmoet, Marco en, en nou, Frans Stoos misschien wat minder. Omdat dat nu wel heel goed loopt nu. Het was maar geweest als hij naar McLaren had gekund volgend jaar. Nou ja, dat, in het, plaats van Ricciardo. Ja, weet je, er zijn natuurlijk legio momenten waarop, waarop hij zich op andere plekken kan gaan bewijzen. Het enige wat je, wat je kunt afvragen is, zit hij op dit moment op de juiste plek met de juiste budgetten en de juiste kennis van zaken. Want laten we even vooropstellen dat Honda nu dus met twee teams een uh, Grand Prix winnende motor heeft geleverd. Um, en je kunt je dus afvragen, zit hij op dit moment niet gewoon op de beste plek die er eigenlijk mogelijk is? Dat is wat veel mensen na afloop zeiden. Wil hij wel een Red Bull? Want op dit moment is de Aventauri Eigenlijk beter gebouwd. Ik dus denk dat Max vandaag met liefde in een Alfa Tauri had gereden <laughs> in deze wedstrijd. Nu was het totaal niet te spreken over, over zijn Red Bull. Nee. En dat ding gaat nooit vooruit op, uh, op, op Monza. Monza. Nee. En om heel eerlijk te zijn, Alfa Tauri, die zet daar wel een auto aan de start. Uh, die het gewoon goed doet en ook echt snelheid heeft. Ja. Ja, dus... dus het ligt niet aan die Honda motor. Nee, die, dus die Honda motor is sowieso het probleem niet, want die wint gewoon deze race. Uh, en die houdt uh, ook de Renault en, uh, en de Mercedes motor van Stroll achter zich. Dus uh, daar mogen we, en ook even kijkend naar het einde van de party motor natuurlijk dit weekend. kunnen we vaststellen dat in ieder geval Honda daar uh, aan de kant van Alphatauri. Uh, in ieder geval de juiste mix gevonden heeft, om zo maar even te zeggen. Maar je kunt je wel afvragen: uh, is het voor Gasly het beste voor zijn carrière om uh, als hij de kans krijgt om. Op te stappen, uh, zeg maar, naar Red Bull. Of je dat één of je dat moet doen. En twee of het niet veel logischer is om wel nog een jaartje... misschien bij AlphaTauri door te brengen. Volgend jaar is voor een heleboel mensen een overbruggingsjaar. En eens even gaan kijken wat die gekke, silly season gaat doen in 2022. Want voor hetzelfde geld komt er dan een plek vrij voor hem. waar hij veel beter kan gaan strijden om, uh, om winst en, en om titels. In plaats van dat hij altijd. Kijk, blijf je bij Red Bull. Blijf je. Uh, uh, zolang daar max-stappen zit... Blijf je naast max-stappen zitten. Uh, en uh, of het nou gaat om het talent van stappen, of de politiek rondom mag stappen, dat maakt me niet zo heel veel uit. Dat mag iedereen voor zichzelf bepalen. Maar het feit is dat Red Bull een team is... wat op dit moment daar in ieder geval... al zijn eitjes uh, aan die kant van de graadje... In, in, in de bal gestopt heeft. Um, en eetje, dat zal volgend jaar niet anders zijn. En het jaar erop is het nog maar de vraag... of het dan anders zal zijn. Want dan zullen ze willen laten zien aan, aan, aan iedereen... dat hun investering zich terug gaat betalen. Dus voor Gasly is het heel erg goed... om gewoon de voelsprietjes lekker uit te houden... en om zich heen te kijken. En misschien wel à la Carlos Sainz... want dat is het grote voorbeeld waar hij naar moet kijken denk ik vandaag. Carlos Sainz heeft ook gezegd weet je als het zo moet, vamos uh, alla playa. Um, ik uh, ben <laughs> ik ga naar Ferrari. Ja. <laughs> nee maar die heeft wel de twee tussenstappen gemaakt, Renault en vervolgens McLaren en dan nu Ferrari. Ja kijk of het de juiste keuze is dat zal de toekomst moeten leren, maar hij heeft wel een keuze gemaakt. Ik breek met het Red Bull team en ik ga uh, voor eigen succes. En misschien is dat voor Gasly ook wel een pad wat hij zou kunnen gaan bewandelen. Wie weet. Eens, eens. Uh, laten we even terugkijken naar de race. Even heel snel. Hoe kwamen we eigenlijk bij die finish? Want uh, ik, ik heb dan zelf naar zo'n race altijd. Om, zeker omdat je de laatste 20 ronden zo verschrikkelijk in de spanning zit. Dat je eigenlijk de race nog een keer wil kijken, maar <laughs> dan zonder die spanning. Ja. Maar uh, in plaats daarvan heb ik even heel snel nog uh, notities bijgepakt. Van wat gebeurde er nou precies? Hoe kwamen we uh, tot die finish? Want het gaat dan toch. Uh, ja, het is uiteindelijk echt een tactisch uh, spelletje met zo'n uh, safety car en rode ja. vlag. Ja, ja, ja. En, wat gebeurt er allemaal? Dus even de chronologie doornemen. Mocht het daar nog opvallendheden bij zitten, kunnen we die even snel bespreken. Zeker. Uh, we zien verstappen uh, bij de start eigenlijk een verschrikkelijke rotstart maken. Ja. Dat gaat helemaal uh, mis. Nee. Uh, en hetzelfde geldt voor bottas. Die, uh, die komt ook gewoon niet goed weg. Nee. Uh, wat natuurlijk. Opvalt dat is dat iedereen die een tow heeft, bijvoorbeeld Sainz, die zit achter Hamilton, die, die maakt daar natuurlijk goed gebruik van uh, op die plek. Uh, Norris heeft ook een hele goede start. Er zijn een aantal die hebben echt een beren Er zijn een aantal die, ja, die, die, die dat gaat gewoon niet goed. Wat ja. ik me bij Max nog eigenlijk het hele weekend nog een beetje afvroeg, hij is natuurlijk gecrashed op die allereerste vrije training. Ja. Is hij er hard van afgeschoven? Uh, had hij toch ook wat schade aan de vloer? Ik vraag me dan altijd af. Weegt dat dan de rest van het weekend toch nog een beetje mee? Heeft hij daar toch nog last van? Want Het is iets wat ze niet zo snel en makkelijk kunnen repareren. Nee, dat is iets wat, wat mij opviel daaraan is dat het onbesproken is gebleven. Hij maakte die, uh, die crash op, uh, op de vrijdagtraining. Gelukkig vrij vroeg aan het begin van de eerste vrijtraining. Uh, uh, en stuit het dan over die curb heen. En op dat moment is het eerste wat ik denk: Oh, ze vloer. Niet eens die vleugel, want die vleugel komt wel goed. En ook als die auto die training niet had af kunnen maken, zou hem een reet roesten. Maar die vloer is natuurlijk al een dingetje. Die auto's uitvoerig nagekeken. Er is geen woord meer over gerept, Het hele weekend niet. Dus dat is opvallend dat er niks over gezegd is. Um, dus dan moet je ervan uitgaan dat het geen issue is geweest. Ja. Maar het is wel vreemd dat Max Zap het hele weekend. De rest van het weekend klaagt over de balans in de auto. Nog erger dan het al was. Ja, um, ik vond sowieso Max veel klaar. Het, het is heel duidelijk dat Monza niet zijn favoriete circuit is. Hij blijft daar maar op terugvallen. Zo van: ik hou niet van deze baan. Te veel lange rechtstukken. Te weinig uitdagende bochten. Uh, het is voor hem te saai. Hij houdt meer van bochtige circuitjes... waar hij uh, veel op stuurkunsten zeg maar, kan nou, doen. Klopt. En qua motorpower heeft hij hier dan uh, ja, blijkbaar te weinig uh, te zoeken. Ja. Uh, maar wat ik wel opvallend vind is dat Max na afloop van de race ontzettend kritisch is op Red Bull. Zegt eigenlijk: uh, we hadden beter met de auto van vorig jaar hier uh, mm -hmm. kunnen gaan mm -hmm. rijden. Um, ja, als het toch schade aan die vloer zou zijn, zou die zich niet zo negatief uitlaten. Want dan is hij zelf toch ook een beetje schuldig aan. Ja, ja, ja. En ze nee, hebben volgens nee, mij ja. zo'n scannerapparaat. waarmee ze toch ja, scheurtjes en zo kunnen zien. Ik dus. weet niet of ze met een, een echoapparaat. Nou. Ja. Ik weet niet of ze daarmee aan de onderkant hebben gekeken. En nogmaals, ik, ik ga ervan uit, omdat het hele weekend het niet meer gerept is. Het woord vloer is niet meer gevallen. Uh, ga ik ervan uit dat het, dat het uh, geen issue is geweest. Hetzelfde geldt u voor verbod als die in de opwarmronde uh, ook, ook een stuitje maakte over ja. curbs. Een stukje grinding uh, toepaste. Uh, ook die zal misschien wel wat schade aan de vloer hebben gehad, maar ja, ken ik ook niet genoeg om het woord vloer nog te laten terugkomen in de evaluatie. Wat ik wel grappig <laughs> vond. Um, even terugkomen op die start, want dat ja. is wel nog leuk om ook even te, te benoemen in dit geval. Uh, Verstappen had inderdaad, een, een, een om maar een uh, molletje te gebruiken, een poepstart. Um, dat had te maken met het feit dat hij uh, een probleem had met de koppeling, die niet lekker losliet. En vervolgens bleek zijn motor heel erg warm te zijn. Hij zegt dus, ik had, een, een, ik had heel veel wielspin en ik had een, een hele warme motor op de een of andere manier. Um, het andere bij Bottas was het verhaal, die heeft nog even keurig uitgelegd. Ja, ik ging bijna te vroeg. Dus hij, ging, <laughs> hij rolde weer iets naar voren, hij was dus weer niet helemaal lekker bezig. En hij heeft keurig uitgelegd dat hij nog steeds bezig is met die procedure om het niet te krijgen. En dan denk ik... Oké, okay, je rijdt natuurlijk pas net Formule 1. Um, maar hij is nog aan het klooien met die, met die Formule 1-start van hem. Waardoor hij dus inderdaad bijna weer te vroeg ging. Daar weer uiteindelijk gelukkig uh, op juist moment remde ja. slash uh, koppeling Hij uh, deed een vetteltje. Precies. Had hij eigenlijk nadeel van. Ja. Hij had ruimte genoeg. Maar vervolgens had hij dus inderdaad met, met reacties was hij weer te laat. Omdat hij nog bezig was met: oh, help! Het was het inderdaad licht uit en moest gaan. Dus ja. Daar missen die gewoon net die fractie van de seconde. Ah, de dus schild. Ja, precies. En er zijn wel een paar andere coureurs die echt een topstart maken. Sainz Norris noemde ik al. Die rijden meteen naar plek 2 uh, en 3. Ja. Dus uh, die zitten gewoon op een hartstikke goede podiumpositie. Ricciardo die pakt twee plekken. Rijkonen die pakt twee plekken. Opvallend genoeg de Alfa Tauris uh, zitten gewoon nog plek 19, geloof ik. Op dan 10 ja, en 11. Ja, ja. uh, dus die komen eigenlijk helemaal niet zoveel uh, voor, verder vooruit. Maar er zijn wel wat. Uh, Shake-ups dan al in het begin van de wedstrijd? Um, nou goed, dan zijn we onderweg. Uh, het gaat allemaal zijn gangetje, gebeurt niet zo heel erg veel op de baan. Hamilton, die trekt gewoon een lekker gat, die laat die McLaren wel meteen behoorlijk achter zich. Uh, ronde 9, dan zien we ineens, is dus wel komisch, zien we Ferrari battelen met een Williams. Ja. George Russell die zet daar uh, Seb Vettel onder druk. Wat natuurlijk ja. ook een beetje embarrassing is, maar net op het moment dat we denken: Oeh, Vettel die gaat het net redden. Uh, ja uh, vallen zijn remmen uit. dan dus zien we hem eigenlijk door het piepschuim uh, heenrijden. Het was, was een soort, soort Guys was dat. Ja. Ga door de deur heen. Ja. ja precies. Ja. Dus eliminated. Nou dat was ook zo, want uh, ja. hij uh, mag de pits in en ze remmen. Doen het niet. Dat vind ik altijd een hele enge situatie. Vond Vettel zelf trouwens ook in de afloop heeft hij ook gezegd dat zijn niet uh, de fouten in je auto die je wilt tegenkomen. Um, en hij moet hem parkeren. Hij heeft ze heel snel is interviews gedaan en is daarna geloof ik ook uh, heel snel weggegaan. Wat ja. achteraf dus jammer was. Ik denk dat hij die Torrosse overwinning toch wel heel <laughs> mooi had gevonden. Um, ronde 20 hebben we dan ineens Magnussen mm -hmm. uh, die stuk gaat en ergens langs de baan parkeert, wat een gele vlag veroorzaakt. En niet heel veel later wordt dat een safety car situatie. Hadden ja. we het niet helemaal zien aankomen, want het nee. duurt wel even die gele vlag. Uh, en toch is het ineens safety car. En dat gebeurt op een moment dat de coureurs bijna weer bij start-finish zijn. En uh, we zien eigenlijk: iedereen voelt dan aankomen. Nou, er worden pitstops. En gelijk zien we helemaal te naar binnen duiken. Um, maar hij is de enige. Ja. Want we volgen die beelden en we zien niemand daarachter. Aankomen, wat natuurlijk heel uh, opvallend is, al op dat moment ja, zeker, uh, ja. vraagtekens bij mij in elk geval: wat is hier aan de hand, wat gaat hier mis? Je weet op het moment dat de enige die je volgt, Giovanati is dat je dan een probleem hebt, zeg maar. Ik personen. snapte er geen snars van. Ik denk, <laughs> doen ze nou allemaal een haasje dat ze allemaal denken van? Oh, we moeten een andere strategie naar Mercedes, want dan kunnen we de race misschien nog winnen. We doen een haasje over, ja. Ja, maar dat was dus niet het geval. We weten allemaal wat nu het verhaal was. Uh, de pitstraat zat dicht. Hamilton en Giovanati hadden helemaal niet naar binnen mogen duiken, was niet duidelijk aangegeven. Ben ik wel met Toto Wolf eens, ik mm -hmm. kon het ook mm -hmm. niet Goed zien moet gewoon een grote rode lamp hangen. Het is ook wel iets wat zelden gebeurt bij Hamilton. Um, uh, Hamilton heeft in de afloop inderdaad gezegd: van ja, het is ook mijn eigen schuld, want ik had de borden kunnen zien. Ik heb de ja. beelden teruggezien en dan zie je de borden ook. Aan de andere kant, ja, ik snap Hamilton wel. Je rijdt blind op je. Op je coach en je coureur. Ik moest ja, een beetje aan, ja. aan Sven Kramer ja. denken met de wissel. Ja. Weet je wel, als je coach zegt naar binnen, dan, ja, dan doe je dat. Ja, ja, ja. Toch? <laughs> nou, Hamilton dus ook. Dus uh, er was niks aan te doen, maar het kost hem uiteindelijk wel de race. Ja. Dat wisten we op dat moment nog niet. Uh, ronde vier. Wat? Weet je wie er op dat moment een hele goede keuze gemaakt heeft? Nou? Eigenlijk net voor die safety car: Avatari. Ja, klopt inderdaad. Nou, daar ja. hebben ja. namelijk op dat moment een ronde 19 hebben die Pierre Gasly naar binnen gehaald. Dat klopt inderdaad. Ja. Om uh, op ja. een zorg, uh, setje harts te zetten. Net voordat het zo Hij was niet de enige, ja. ook Raikkonen, Leclerc en Latifi. Zijn, oh, echt uh, dezelfde ronde. Oké, okay, check. Of dieren zelfde ronde of al een paar ronden eerder. Maar zij waren de enige vier coureurs die op dat moment al gestopt ja, hadden. Leclerc ronde 18 was de eerste en daarna de nadenade. Volgens mij zei Olaf Mol, oh, dan is hij net te vroeg geweest. Ja, precies. Goed, of, of nog net niet helemaal. Het is maar goed, dat Olaf Mohl geen tacticus is bij uh, Tauri <laughs> of Mercedes, want dat zou nooit het worden. Goed, uh, nee, ja, Gasly, die, uh, die is dan inderdaad net naar binnen geweest. Dat blijkt later natuurlijk de gouden greep te zijn. Uh, en dat zorgt ook eigenlijk, dus het begin van die, van, van die shake-up in het, in het veld. Voor ja. de mensen die op dat moment de tv aanzetten, die zullen echt zoiets gaan. Wer, wat gebeurt het, er allemaal? Is wat is hier beurt, aan ja. de hand? Krijgen we je een reverse grid vandaag. Ja. ja, wat ik persoonlijk heel jammer vond op dat moment, is dat ik natuurlijk uh, twee McLaren's op het podium zag rijden en dacht: dit wordt de dag van mijn leven en ineens waren die McLarens weer helemaal uh, uit de picture want um, uh, ja niet veel later uh, gaan toch alle coureurs pitten en omdat de safety car dan al een aantal rondes uh, rondrijdt krijg je dat alles ineens door elkaar husselt. Ja. Uh, dus we hebben ineens een hele andere uh, volgorde. Uh, ronde 24 komt er dan een herstart. We hebben wel nog Hamilton dan op pit. En uh, Stroll die is dan tweede. Dat heeft er alles mee te maken dat Stroll als enige niet, niet heeft, ja. gaat pitten. Ja. Uh, wat ook heel frustrerend is, omdat je denkt, ga er nou tussenuit. Maar je zit al door te rekenen dat hij er tussenuit gaat... omdat hij nog moet pitten. Dus dat komt straks wel goed, denk je dan. Uh, maar dat komt helemaal niet goed... want uh, we zijn nog geen ronde of de weg, of onderweg... Of, Leclerc die stuit het van de baan af. En hard ook. Ja, die laat even duidelijk zien wat Norris al zei in de nabeschouwing. Is met koude bandjes op een lege tank. Want een iets legere tank is het moeilijk om, om een goede start te maken. En die wil net iets te hard op het gas, uh, bij komen volgens mij uh, van de bocht. Een uh, enorme overstuur. Uh, moment. En vervolgens klapt hij rechtdoor zo uh, de, de bandenstapeling. Harde, harde klap. Wel heel fijn om te zien dat hij natuurlijk weer goed. Uitstap, die auto's zijn wat dat betreft toch echt een zegen op dit moment met helo's en alles erop en eraan. Hij huppelt gewoon weer weg. En ook heel knap, hij geeft achteraf keurig toe dat ze eigen stomme fout was. De ja, awesome. koude banden, inderdaad. Um, dus we hebben dan gelijk weer een safety car. Dat duurt niet lang, want een rondje later zeggen ze gewoon rode vlag. En dan zitten we inderdaad weer bij de situatie uit 2017 Azerbeidzjan. Ja, precies. Gaat het hele veld naar binnen. Ik vind het altijd een heel vreemd moment, want dan stappen ze allemaal uit. Gaan ze thee drinken. Beetje drinken, uh, ja, chillen. Uh, Hamilton zien we op zijn stepje dus ineens daar rondrijden. Uh, ja, ik, vind het, ik vind het een maffe vertoning. En net wat Ricciardo al zei, het lijkt me heel gek om dan weer in de... In de, in de wedstrijd uh, te komen. Ja. Maar een van de allergekste dingen van die rode vlag, vond ik. En met jou meerdere mensen? Met mij meerdere mensen. Dat is dat je gratis nieuwe bandjes uit mag zoeken. Ja, ja het, is gewoon een, het is gewoon een pitstopmoment. Inderdaad, je mag gewoon je banden ook wisselen. We zien dan heel veel auto's inderdaad zonder de banden, die gaan er allemaal van af. Ja. Uh, en er is één coureur die daar eigenlijk het meest van profiteert. En dat is Lance Stroll. Want die was als enige nog niet gepit. Nee. En die zat op P2. Bestien. En die krijgt gratis nieuwe banden zonder een pitstop. Zonder een Dan moet ik erbij zeggen, de rest van het veld neemt ook nieuwe banden. Want iedereen duikt uiteindelijk op, op, op een nieuw setje uh, weer um, uh, de pits uit bij, ja. de, bij de herstart. Uh, maar ja, Lance Stroll, die, die heeft gewoon dik vette mazzel. En er zijn een hoop coureurs die daar na afloop in de interviews toch wel een beetje kritisch over zijn geweest. Dat ze die regel niet helemaal fair vinden. Ik zag ook um, uh, teambazen die da daarmee eens waren. Er waren journalisten. Eigenlijk iedereen zei, wat? Wat is dit voor regel ja, dat dit uh, kan gebeuren? Ja. Ja, het, is het is eigenlijk competitievervalsing natuurlijk. Nou ja, niet helemaal. Natuurlijk. Je, moet, je moet verplicht een pitstop maken in een Grand Prix. En hij heeft geen pitstop gemaakt. Nee, ja, dat, dat, dat ben ik wel met je eens. Uh, dus, maar hij heeft wel aan het bandenreglement voldaan. Uh, dat is het moeilijke aan deze situatie. Hij heeft de mazzel gehad dat dat kan onder een, uh, onder een rode vlag. Maar ja, dat is hetzelfde als dat je de mazzel kunt hebben dat je onder een safety car kan pitten. Dat is ook een mazzeltje voor iedereen om het zo maar even te zeggen. Ja, maar dan maak je wel een, een echte pitstop. Ja, nee, dat en dat, dat maakt deze situatie. Hamilton te... mocht ook niet tien seconden stilstaan in ja, de pits. Dat was vrij lastig om dan hij stond herstarten. Voor, oh, hij stond vooraan en dan kan niemand er Ja, ja, dus, ja, is ook zomaar zo En zei, nee, maar bij wijze van spreken had hij als hij Hamilton daar was blijven staan en tien seconden en vanuit de pits had mogen starten had hij daar meer voordeel van gehad dan wat hij nu had. Ja, maar dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen die nu Ja, door ik weet goed. het, maar, maar ik vind uh... nog steeds niet <laughs> ver. Dat, uh... Goed, Norris was in elk geval wel geïrriteerd hoor. Want het kost Norris uiteindelijk een podiumplek. Ja. Had uh, Stroll daar niet tussen gezeten, dan waren die McLaren's gewoon twee in drie 3, 2 -3, geworden 3 ja, 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 ja klopt. Dus uh, voor hem is het wel vervelend. Goed, uh, ronde 28 zijn we inmiddels. En dan gaan we herstarten, om erbij. Uh, en dan heb je dus een totaal andere uh, volgorde. Hamilton heeft inmiddels een straf toebedeeld Gekregen, uh, die uh, spreekt hij af met zijn team. Die gaat hij gelijk pakken, wil hij gaan pakken... in de eerste twee ronden dat ze weer op de baan zitten. Was je het niet meer eens? Nee, hij had zelf later liever gepakt. En, um, ik geef hem daar geen ongelijk in. Nee, ik dacht ook misschien logischer... omdat op een later moment... Hij heeft tien seconden voor Carlos Sainz uit. Op het moment dat hij, uh, dat hij zeskouder was. Dus hij had tien seconden voorsprong. Ja, aan de andere kant kun je zeggen... de race was niet zo heel erg lang meer... Nee. Uh, ze waren al over de, de helft. helft. Ja, net over de helft. Ja. ja en uh, hij had nu meer tijd om aan te sluiten. en nog een aantal coureurs achterin te pakken. en naar de zevende plek te rijden. Ja. Ja, goed. Ja. Maar had hij inderdaad longen doorgereden? Ja, dan had hij misschien... Als hij binnen ja. twee, drie ronden uh, die tien seconden had kunnen herstellen, had hij dat. Hij kwam nu op 25 seconden, geloof ik. 35 seconden kwam hij achter het veld aan. Reed hij wel aardig dicht. En hij pakte de snelste ronde. Ja. En daar heeft hij ook nog een punt voor gekregen, Klopt. omdat hij natuurlijk omdat toch hij in de, de, top de top tien 10 de is. Maar kijk, kijk. had hij dus inderdaad tien seconden voorsprong kunnen pakken, had hij dus nog voor Ricciardo kunnen komen. Had hij net achterbot als geweest. Ik denk dat ze het bij Mercedes wel goed doorgerekend heeft. Ik ga ervan uit, maar ik vind het toch leuk om het erover te hebben. <laughs> <laughs> um. Wat ook cruciaal is na die herstart, dat is het feit dat Lance Stroll dan uh, eigenlijk uh, achter die Lewis Hamilton zit. En Gasly denkt, nou, daar moet ik gelijk korte metten mee maken. En dat doet hij ook, want hij pakt hem gelijk in de eerste de beste bocht waar ze weer... Uh, uh, ja, ze hebben een standing start, dus de eerste beste bocht ja. waar die uh, Lance Stroll kan pakken, doet hij dat ook. En dat blijkt uiteindelijk best wel cruciaal voor die overwinning. Uh, waar hij ook een beetje mazzel mee heeft, dat is natuurlijk dat uh, Raikkonen en Giovinazzi... Daar nog tussen zitten, want we hebben dan een volgorde: Hamilton, Stroll, Gasly, Raikkonen, Giovinazzi. Er zitten gewoon twee <laughs> Alfa Romeo's daar uh, aan de kop van het veld. Dan hebben we Saints en Norris. Bottas, die rijdt ook nog steeds rond. Latifi, die uh, net als Gasly ook al vroeg gestopt. Dus die heeft ook het voordeel dat hij redelijk uh, hoog nog rijdt op dat moment. Uh, Ricciardo verstappen, ook Con, Fiat en de rest van het veld. Hamilton die gaat daar te snuiten. Gasly die pakt gelijk Stroll, maar. Reikkonen en Giovinazzi die zitten daar nog een tijdje achter. En daar moet Sainz dus eerst omheen. En dat is een fijn buffertje. Had hij dat niet gehad, dan had hij waarschijnlijk Sainz niet zo lang van zich af kunnen houden. Dat hij al veel eerder in de Sainz's nek gehad. Ja, precies. Ja. En uiteindelijk Sainz heeft ook in de interviews gezegd ik kwam eigenlijk net één rondje tekort. Um, wat knap is aan die laatste 20 ronden, want we hebben het echt over 20 ronden die, die hij uh, dan nog moet rijden. Dus rond 34... Dus dat is ongeveer uh, wat is het nou 6, 7 rondjes na de herstart. Uh -huh, uh -huh. Dan uh, ja, komt Saints voorbij aan rijkonen. En het gat met Gasly is dan 3,9 seconden. 20 rondjes te gaan. Ja. Dus uh, dat is uh, tricky. Vooral omdat je weet dat Gasly natuurlijk op kop rijdt. Hij heeft op zich wel lekkere topsnelheid. Uh, maar hij is niet zo goed als de McLaren. Uh, en daarnaast weet je dat een McLaren een tol heeft. En dat zei uh, Gasly ook in de interview: zegt, Ja, ik moest gewoon uh, ja, slim zijn. Ja om uiteindelijk science achter me te houden, die 20 ronden lang. En dat, dat lukt hem ook goed, wat echt knap is. Want je zit dan echt 20 rondjes lang alleen maar naar dat gat te kijken. Het is 3,9. Op een gegeven moment was het heel lang 3,6, 3,6, 3,6. En op een gegeven moment zie je het onder de drie seconden duiken. Ja, en zo gaat het heel langzaam. Uh, komt het dichterbij. Maar wat echt knap is aan hoe Gasly gereden heeft die laatste twintig ronden... dat is dat hij uh, Saints elke keer op de lange rechte stukken dichterbij ziet komen... en vervolgens in de bochten loopt hij weer weg. Weer weg ja. en, uh, en dat is uiteindelijk wat hem die overwinning uh, ja, binnen die, heeft doen slepen. Die is heel belangrijk. Hè? We hebben het natuurlijk uh, nog over gehad in de voorbeschouwing ook... en natuurlijk ook vandaag tijdens de wedstrijd uh, ging het nog vaker over. Maar het, het verschil met een, een gewone slipstream... Waarbij je natuurlijk dicht achter een auto rijdt en daardoor wat voordeel pakt, uh, is, is bekend voor de meeste uh, volgers van de sport. Die tow, zoals die in Monza geldt. Die geldt tot zelfs geloof ik wel 5 of 6 seconden achter een auto. Die is enorm, namelijk. De, het voordeel wat je kunt hebben van achter een andere auto rijden, is geloof ik een, een bandbreedte die je hebt van tussen het 1 en de 6 en de seconden. Als je lang je maar zo dicht bij een auto zit, heb je al voordeel van uh, de slipstream, om zo maar even te zeggen. Dus dat is best wel lastig om dat te verbreken. En daarom zie je ook, uh, je zag het als doen bij bij magstappen onder andere ook veel uh, slipstream verbreken veel van de lijn afwijken om de motor te koelen een maar ook om te zorgen dat je die, die luchtweerstand eigenlijk een beetje spreidt over de baan en het een beetje lastig maakt om die tood te houden ja het is ik vind het heel knap want hij uh, uh, Gasly was en bezig om het gat niet kleiner te laten worden... of niet te klein. En hij maakt inderdaad extra bochtjes... om, uh, om die toon te verbreken voor uh, Science. Ja. En toch blijft hij ervoor rijden. En dat is... Uh, dat Ja, ik vind het erg knap. En volwassen ook. Dat je het op die manier naar Het, het, het schijnt dat Gasly... anderhalf rondje extra gereden heeft op papier. Ja, ja. <laughs> ja, nou, ja het zou niks verbaasd. Nee, maar het is wel uh, knap. Je ziet hem dat doen. En uh, dat is uiteindelijk ook wat hem, uh, wat hem helpt. Uh, hij zei zelf na afloop in het interview... Um, die uh, uh, inhaalactie op Lens -Sol, die was cruciaal. Daarna was het... Gewoon uh, zoals in mijn Formule 2 twee dagen waar die natuurlijk ook wel vaker gewonnen heeft, dat is gewoon een kwestie van uh, de overwinning naar huis rijden. Ja, ik zou zo pist op mezelf zijn als ik in de laatste rondes uh, de winst de overwinning zou verliezen. Ja. Um, maar hij had geen to, dat wist hij. Hij wist uh, waar zijn zwakte lag. Um, dus ja, moest hij daar toch uh, zijn strategie een beetje op aanpassen. Ja. En um, hij werd daarin volgens mij ook gecoacht, wel uh, door zijn team Jawel. met de juiste tips en tricks, maar dan nog. Niet bezwijken onder die druk. En inderdaad, uh, die overwinning gewoon binnenharken. En trouwens, Sainz zei het ook hè, na afloop, hij zegt: ik heb mezelf niks te verwijten. Ik heb alles, alles um, in de strijd gegooid. Ja, ja, alles ja. gegeven ja. om dichterbij te komen. Achteraf misschien kun je zeggen, ja, ik kwam net één ronde tekort. Uh, Gasly uh, zei ook van ja, mijn bandjes die waren compleet uh, op aan het einde. Ik zat echt op mijn maximale, maximale vermogen van die auto. Uh, maar Sainz zat het ook. Dus het is een strijd tussen twee. Uh, Topcoureurs, en uh, volgens mij mogen ze allebei tevreden zijn. Dat denk ik ook, inderdaad. Met dit uh, resultaat. Ja, goed, uh, ja, er waren nog wat uh, situaties natuurlijk. Uh, ja, mercedes ferrari moeten we misschien even kort over hebben. Mm -hmm. Mercedes. Mercedes. Die hadden weer een topweekend. Die hadden een. Nou ja, kijk, Mercedes, wat Toot Rosso mooi zei. Voor ons was het een, uh, een slecht weekend, voor de sport een goed weekend. A bad day for Mercedes, but a great day for Formula One. Zo is het. En zo is uh, de godvader van de Formule 1 ook weer. Uh, <laughs> heeft hij zich ook uitgesproken? <laughs> nee, kijk. Uh, bij Mercedes hebben ze natuurlijk een ontzettende voorsprong op de rest van het veld. Uh, in het Constructeurskampioenschap is het 281 punten versus 158 voor Red Bull. Uh, dus dat is een, een gigantisch gat. Uh, Bottas staat nu op 117 punten. Hamilton op 164 punten. Max staat op 110. Dat is de laatste belager die ze nog hebben in het, uh, in het uh, Drivers uh, Competition. Dus bij, bij Mercedes kunnen ze dit een keertje leiden. Uh, dus die zullen daar. Uh, niet zozeer van wakker liggen dan misschien bij andere teams ze dat wel zullen doen om aan te streven. Ik, uh, ik was wel kwaad, want uh, we hebben het vaak in deze podcast uh, over hoe Mercedes eigenlijk nooit een off day heeft. En dat dat er waarschijnlijk ook voor gaat zorgen dat het kampioenschap dit jaar gewoon niet de kant van Max Verstappen op uh, zal gaan vallen. En dan heeft Mercedes een keer een off day, dan gaat er eens een keer iets mis bij Lewis Hamilton. En dan is Max er ook niet. Nee, als het dan toch een keer mis moet gaan voor Mercedes weten ze vanaf nu dan kan het maar beter op Monza zijn. Het is op... de tweede did Not finish. Hij heeft een topseizoen Max verstappen, maar behalve Oostenrijk de eerste race van het jaar en, en deze op Monza, dit is wel echt heel schadelijk. Nou, had ja, hij die twee DNF's niet gehad, had het er nu heel anders uitgezien. Ik heb al vaker gezegd dat Mercedes in het hybride tijdperk hebben ze een gemiddelde DNF van één keer per seizoen, Eén uh, auto per seizoen, niet eens al twee mm. auto's, maar één auto per seizoen. Um, dat hebben ze nog niet gehaald dit, uh, dit seizoen. Ze hebben tot nu toe nog alles kunnen uitrijden. Dus wie weet wat er nog aan gaat komen. Ik heb natuurlijk wel vaak gezegd... Ja, als, als uh, het aan de kant van de Mercedes niet lekker loopt... dan is Max Verstappen er altijd bij om het, om het uh, op te vissen, op te harken. En ik denk dat hij dat vandaag ook had kunnen zijn... Maar ja, die auto is er gewoon niet. Uh, en dan kun je zeggen, ja, Max is terecht kritisch op... Uh, of hij is een beetje scherp naar het doel toe. denk ik, ja, maar ik snap hem wel. Want hij is net zo gefrustreerd als dat wij dat als fans zijn. We zien met z'n allen Mercedes daar gaan. Uh, en een beetje Max is er dan niet om die, uh, om, om die uh, schade op te pakken... en daarmee aan de haal te gaan. Overigens denk ik niet dat als Max gewoon een normale race had gereden... dat hij vandaag uh, per se deze race gewonnen had. Ik moet eerlijk bekennen dat uh, de Mercedes' qua snelheid... wel weer op een... Uh, uh, eenzame hoogte stonden. Mm, zeker. Ja, het ook, weekend. Ja. ja, Lewis Hamilton aan het eind van de achteraan gewoon weer snelste rondes maken. Die reed 1:22, terwijl de rest van het veld 1:24 1:25 rijdt. Dus het verschil met de rest van het veld was heel groot. Wat wel opvallend was, dat is dat de rest van het veld op dit moment zo verschrikkelijk dicht bij elkaar zit. Ja. Dat maakte ook dat de tweede helft van deze race zo verschrikkelijk spannend was. Omdat je eigenlijk een Alfa-Tauri gelijkwaardig aan een McLaren ziet. En een Ferrari die met een Williams raceert. En... Tot aan de safety car, tot aan de ronde 20, was het zo dat Max schreef op dat moment op P8. Uh, na de start reed hij naar P8, hij mm. kwam terug naar P7. Uh, en op dat moment reed hij uh, gedurende de, de hele Stint tot aan de safety car Reed het hele veld. Uh, uh, tot aan P10, geloof ik, P10. Het verschil met P10 en, en nummer. Vier uit mijn hoofd was maar drie seconden, geloof ik. Dus dat was super te overzien. Maar je ziet gewoon, aan bij Red Bull zag je gewoon vandaag... ze zetten er niet lekker in, want wat gebeurt er? Uh, safety car uh, ontstaat. Uh, vervolgens uh, is er een herstart. Dan valt Max helemaal terug naar P13. En dat is gewoon heel bizar. Ja, maar dat had met die motor, motor uh, issue te maken. Dat moment nog niet, want dit was de herstart achter de safety car. Uh, daar heeft hij gewoon geen lekkere moment met die safety car. Uh, die gaat daar weg. Nou, vervolgens hebben we inderdaad de mazzel, om het zo maar even te zeggen. Alhoewel dat voor Verstappen dus niet geldt. Die komt als de binnen in die, bij die rode vlag. Staat dan dus ineens achter Perez en allerlei andere mensen die, die al, al die tijd. Uh, moeite mee heeft om in te halen, om het zo maar even te zeggen. Vervolgens gaat die uh, uh, rode vlag wordt opgegeven. Ze gaan een staande start doen. En Max heeft op dat moment inderdaad echt een, een poepstart. En dat heeft te maken met een motorprobleem. En dan valt hij uit. Maar hij valt uit op plek 13. Albon finish vandaag op plek 15. Dus weet je onderaan de streep hebben we veel gelachen om, uh, om Ferrari de afgelopen weken. Maar wat de Red Bull dit weekend laat zien is gewoon echt ver beneden het niveau wat je mag verwachten van zo'n team. Alle drie de topteams hebben, de voormalige topteams moet ik misschien zeggen. <laughs> ja, maar die vallen vandaag gewoon een beetje door de mand. Uh, Mercedes in de interviews vooraf allemaal grote mond. Uh, party mode ja. verdwijnt, maar uh, party gaat nog steeds door. Uh, we hebben de 1-2 de tijdens de kwalificatie. Juhu, we gaan het helemaal redden. Bottas... Die heeft een blabberde start. Maar die klaagt vervolgens ook dat hij eigenlijk niet kan rijden. de 17, heerlijk. Met die nieuwe ja. engine settings. Hij zegt, I can't race uh, with a, these settings. It's a, a joke. joke. Ja. Nou, uh, ondertussen begin ik me van Bottas echt af te vragen. Uh, de grootste concurrent van Bottas is volgens mij Bottas zelf. Want het ja. is altijd wat. Het ligt altijd aan zijn auto. Of het ligt op de manier waarop het team met hem omgaat. of het... nee, Kom op, Valtteri. De sauna was gesloten. Als je wereldkampioen wil worden, moet je de fout ook bij jezelf zoeken. Dan moet je ja, ja, gewoon klopt. beter worden. gaat ja. gemiept de hele tijd. En ook <laughs> naar de kwalificatie. Hè, weer boe. Want uh, waarom had Hamilton de toog gekregen en hij niet. En dan denk ik, gast, kijk even naar je rondetijden. Je zet gewoon twee track records neer zonder een tow. Ja. Lewis Hamilton, track records zonder een to. Die Mercedes die pakken die pole position daar. En de reden dat het uiteindelijk in Q3 geen totaal fiasco wordt, wat iedereen had voorspeld. Dat is omdat de Mercedes gewoon vijf seconden voor het einde van de. Van, van de kwalificatie de baan opduiken en denken: Toh, Toh, wat nou? Toh ja, hebben precies. wij niet nodig. We trekken hem gewoon door zonder party mode. Met andere woorden, spierballen van Mercedes, maar op de dag van de wedstrijd ja, uh, karma. ja. ja overkomt ze dit. Ja. En we hadden het er nog over in de voorbespreking. Elke keer als Mercedes te veel grootspraak, te veel, uh, hè, het komt allemaal wel goed en we zijn hartstikke sterk. Uh, dus ik, ik verwacht dat ze volgende week weer helemaal in de underdog-positie zitten. Ja. Ik weet niet wie dan de grote concurrent is. Ferrari, mooi want... Want... Ja. <laughs> ja. <maar> <laughs> nou, Red Bull kan het op dit moment niet zijn, want voor Red Bull hebben ze echt niks te vrezen, zoals het nu gaat. Um... Maar ja, het ja, bij Mercedes gaat wel uh, ja, gaat een hoop mis. En deze de fout om Hamilton naar binnen te halen, is onderaan de streep ook een fout van het team. Kun je honderd ja, keer zeggen, absoluut. het staat op pagina 4 en we hebben het niet gezien. Maar de andere teams maken die fout niet. Dus, uh, dus helaas nee, ja, toch echt. een foutje. Ja, ja en bij, uh, bij Ferrari, uh, wat ik wel mooi vond, Binotto, die werd na afloop geïnterviewd en um, die was vooral blij dat geen van zijn coureurs gewond was geraakt vandaag. <laughs> dat is toch een goede, goede mindset. Ja, wat, goede mindset. Wat, wat, ja. wat natuurlijk ook iets is om gewoon blij over te zijn. Maar al met al, ja, Vettel, dat was natuurlijk een hele uh, gevaarlijke situatie. Omdat ja. hij zonder uh, remmen uh, reed. En Leclerc, die maakt gewoon een hele harde klapper. Dus uh, uh, absoluut drama. Um, wat dat betreft kunnen volgens mij ook alle conspiracy theories. dat er uh, ja, gesaboteerd wordt aan die auto's. wel een beetje uh, in de ijskast. Ja. Want uh, Ferrari-monteurs die op Monza. Uh, niet het beste van hun kunde zouden leveren. Ja, dat, dat geloof ik niet. dat gaat uh, nooit gebeuren. Nee, dat maar dat, kunnen dat... onderbouwen. Vetal heeft na afloop gezegd: Het is maar goed dat er geen uh, fans aanwezig waren. Dit was de slechtste thuisrace die we ooit gehad hebben. En uh, zoals jij van de week al terecht in jouw nieuwsbrief zei: Er valt uh, voorlopig ook helemaal niks aan deze auto te fixen of te repareren. Die auto is al gebouwd al um, in 2019, voordat die Technical Directive doorkwam. Dat, uh, dat die motor van de Ferrari verboden was. Ja. En nu zitten ze ermee. Er stuck with with this. En dat blijft volgend seizoen ook nog mee. Yeah, we're, st we're stuck with it. ja. Yeah. En, yeah. en dat weet Carlos Sainz ook. En dat is heel vervelend. Ra ze kunnen volgend jaar een aantal kleine dingen veranderen. Maar ja, het, het, de, de designlijnen staan er. En uh, ze zullen echt van een goede huis moeten komen. Willen ze het. Uh, ook na 2021 weer op de rit krijgen. Maar goed, wat, wat ik ook uh, al zei inderdaad... is dat dus de winning cycles bij Ferrari... dus de, de overwinningen die zij boeken... dat zijn vaak wel stints die ze maken. Maar er zitten wel flinke periodes tussen. En we zitten gewoon op dit moment... in zo'n flinke tussenperiode van Ferrari. Dus ja, laten we hopen dat met een nieuwe frisse wind... Uh, die Carlos Sainz heet. Ik noem Carlos Sainz geen wind, maar het is wel een frisse wind. Um, en, en Charles Leclerc uh, hij heeft een jong team. Uh, jonge, jonge coureurs. Um, gecombineerd met hopelijk wat, uh, wat, wat frisse energie in de designafdeling. Ja, dat zou ze misschien wel weer een stap verder kunnen helpen. Absoluut, absoluut. Uh, ja, goed, Red Bull. Als laatste, Albon, je zei dat al, plek 15. Uh, ja. Hoe gaat het met Albons carrière, denk je? Nou Ja, die, die, die kwakkelt voort. Dat, dat gaat tot het einde van het seizoen gaan we daarnaar zitten kijken. Dat is een beetje hetzelfde uh, ontluisterende als bij Ferrari. Uh, alleen dit, in, in dit geval is het minder leuk leefsmaak, zou ik bijna willen zeggen. Hij uh, had ook moeite om door de kwalificatie heen te komen, hè? überhaupt. Ja, maar dat is dus niet alleen Hakken albon. Dat is, gewoon, dat is gewoon de auto. Uh, kijk waar vorige week Binotto al als Spaar zei: van uh, onze Ferrari is op Spa gewoon een uh, niet goed afstel voor Spa. Ja, dat geldt voor Red Bull. In dit geval hier bij, uh, bij Monza. Uh, Red Bull heeft voor het laatste podium gepakt op Monza in 2013. Dus weet je, het is niet het circuit van Red Bull. Ze hebben daar gewoon altijd moeite. Ze hebben een hoog, uh, hoog opstaande auto. Uh dat hele concept van die high rake, dat blijft een, een dingetje waar veel discussie over is onder de tech-nerds van de Formule 1. Uh, maar dat is iets wat ze heel veel uh, zeker in dit soort circuits heel veel tijd en, en snelheid kost. Dus weet je, die auto is niet uh, het beste van het beste. Maar dan nog, weet je, als je teamgenoot uh, meestrijdt, bovenin, in ieder geval voor, voor de punten. Uh, als, als het een slechte dag is voor het team en jij eindigt op plek 15, uh, zonder dat je inderdaad echt een. Een, een, een poot heb weten te uh, noemen dat een, 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 iets, een pot hebben te breken. sorry, je ik niet. Ja, uh, ja dan, dan vind ik het wel opvallend. Ja, dat is voor Albon, zal dat wel mm -hmm. de story zijn van de rest van zijn seizoen. Uh, waarbij hij elke keer weer zal laten zien dat Max heel goed weet wat het maximale van die auto is en dat Albon heel goed laat zien waar die auto staat. En, en dat is voor mij heb ik het wel eens vaker gezegd in de podcast. Ik denk dat als we naar Albon kijken, mm -hmm. dat is wat de Red Bull kan, ja. feitelijk. Uh, als je daar uh, in zet, gaat hij niet veel beter rijden. Nee. Um, uh, en als je daar mag in zet, dan gaat kan hij, wel, kan hij iets daar beter iets, iets beter ja, rijden. Precies. Ja, precies. Dus Omdat hij te het maken. forceert. Ja. ja, eens. Nou ja, goed. Albon, uh, ja, dat was inderdaad niet om over, over naar huis te Hij wordt vijftiende. Dat klinkt nog alsof <laughs> hij niet laatste is. Maar dan moet ik bijzeggen dat we natuurlijk vier coureurs hebben die uit zijn gevallen. Verstappen, Leclerc, Magnussen, Vettel waren er al niet meer bij. En Giovinazzi, uh, die pakte uh, later dan Hamilton nog die uh, tien seconden stop- en go-penalty. Dus die ja. reed helemaal in zijn uppie. Uh, ver, ver, ver achter uh, het peloton, om kon, het maar even zo te zeggen. Die kon zwijgen waaien alle kartonnen second. Ja. Uh, ja, en dat ja. betekent dat uh, Alex Albon onofficieel uh, eigenlijk laatst is geworden. Hij kwam uh, niet voorbij aan George Russell en ook niet aan Kimi Räikkönen, die overigens uh, helemaal terugviel. Dus uh, wat dat betreft qua slechte auto's, uh, ja, Alfa Romeo die kunnen er ook wat van. Uh, dat was zo'n beetje de enige auto die nog echt makkelijk in te halen was, uh, had ik de indruk. Ja, dat was van insane aan zien. Dat Rijker van plek 2 we... terugviel naar plek, uh, uh, uiteindelijk plek 13. Dus ja, we hebben schoppend. verder nog maar weinig inhaalacties gezien hè, in die laatste 20 rondjes. <laughs> Nee, ja, maar het was dat was, positie verdedigen voor uh, eigenlijk alle coureurs. Maar dat was eigenlijk in de eerste 20 ronden ook al zo. Uh, en dat is ook wat mag stappen terecht zijn na afloop van de wedstrijd. Hij zegt: Dit is gewoon een heel moeilijk circuit om in te halen. Je hebt gewoon uh, uh, heel veel, uh, uh, als je in een DRS-treintje komt. Uh, en die waren er nogal veel, want je blijft wel dicht bij elkaar. Dus het waren heel veel DRS-treintjes. Ja. Ja, als je in zo'n DRS-treintje zit, dan kun je elkaar bijna niet inhalen. Dan heb je misschien ja. één. Misschien twee momenten op de baan dat je iets kunt proberen, iets kunt forceren. En je ziet ook vaak dat als mensen het willen willen doen, dan is het of met heel veel gemak met de DRS, hè? Mercedes Lewis Hamilton komt terugrijden omdat hij in de Mercedes zit met een hele snelle motor. Ja. Uh, en daardoor kan je op de rechterstuk gewoon elke keer zeggen: hup, flapje open uh, en, en knal weer iemand voorbij. Um, als je kijkt naar bijvoorbeeld Albon of naar, uh, naar andere mensen die natuurlijk wat meer van racevermogen moeten hebben, ja, daar heb, die hebben maar één of twee kansen op zo'n baan om wat te doen. Uh, en dus wist je ook bij Carlos Sainz bijvoorbeeld, uh, dat hij uh, toen hij zijn tweede DRS-shot uh, uh, gemist had, uh, dat het niet meer ging lukken. Want ja, dat waren dan een beetje de enige twee kansen die hij had. En vanaf daar was het klaar. Dus ja, ja. dat maakt Monza ook aan de ene kant wel weer een beetje voorspelbaar. Ja. Absoluut, absoluut. Ja, goed. Nee, ja, uh, inderdaad wat jij zegt. Uh, Lewis Hamilton die komt natuurlijk nog wel mooi terug daar op het laatst. En we zien Sainz en Gasly, die pakken allebei strol wat natuurlijk cruciaal is voor hun beide wedstrijden en wat ook knap is, want die zit niet in een hele slechte auto, de Mercedes deed het gewoon goed ja. van Racing Point. Zeker. Oké, okay, um, jij nog iets toevoegen? Nee. Anders gaan we naar de punten. Laten we een puntje gaan geven. Puntjes. Ja. Speaking of punten, Pierre Gasly, hij ja. zijn in het 48 punten, daarvan uh, 43, ja, sorry ja. 43. Ja, ja daarvan pakt hij er. 25 in deze race. Vandaag? Ja, ja. Dus dat is een lekkere hij maakt een flinke boost. Een Lekkere boost. Een nee, dat geldt voor Sains en voor Stroll hetzelfde. Want die, die stond nog vrij laag. Die heeft natuurlijk redelijk veel pech gehad de afgelopen weken. Dus die stond nog vrij laag, maar die pakt nu ook gewoon lekker voor 18 puntjes erbij. Heb dus jij het dan... lijstje van de stand in het wereldkampioenschap toevallig ik bij heb de top hand? Top 8 heb ik bij de hand. Oh, heel goed. Top 8 is er met Lewis Hamilton, 164 ja. punten. Valt hij met 117. Max Verstappen op 110. Dan staat er op plek 4. Uh, vlak hem niet uit. Land Stroll met 57 punten. Eetje. de uh, lachende derde, zou je ja, bijna zeggen. de lachende vierde in dit geval. Ja. Uh, de lachende vijfde, want die sluit daarbij aan, is dus Lando Norris. Die heeft ook 57 punten namelijk. Uh, dan pas zien we Alexander Albon met uh, 48 punten. Charles Leclerc uh, in, die, uh, in die tractor van Ferrari rijdt hij gewoon nog 45 punten bij elkaar voor de zevende plek. Uh, en Pierre Gasly uh, stijgt dus, is de, de hoogste nieuwe binnenkomer, hm. met 43 punten op plek 8. Um, als we dan kijken naar de constructeurs, dan is Mercedes ja, ongenaakbaar, 281. Uh, Red Bull Racing, 158, hebben dus vandaag geen punten erbij gekregen. Hm. McLaren maakt een reuze sprong om die derde plek te consolideren. We hadden het in de vooropsgang al heel even over: hè. kunnen ze consolideren op die derde plek? Nou, dat kunnen we stellen dat het wel gelukt is, want die gaan naar 98 punten dit weekend. Uh, Racing Point doet natuurlijk ook geen, uh, geen slechte zaken. Alhoewel Sergio Perez verrassend laag eindigt op plek 10. Maar die gaan naar 82 punten voor de vierde plek in het kampioenschap. Dan hebben we uiteindelijk op de zesde plek hebben we Renault met 71 punten. Ja, die hebben ook na aanleiding van hun succes op Spa misschien een Veel beetje een paar. Ja. Veel wat tegen, daar hadden we meer van hebben? verwacht. Dan vinden we uh, Marjolein op plek 7 uh, Ferrari met mm -hmm. 61 punten. 61 punten. Of van het gros van Charles Leclerc. Uh, van dus de 45 punten van Charles Leclerc. Uh, en daaronder uh, met 47 punten Alfa Tauri. Hm. Uh, dus dat zijn de teams uh, uh, die op dit moment uh, daar een beetje de dienst uitmaken. In ieder geval de top 8 die we daar bij elkaar verzameld hebben voor de teams en voor de coureurs. Ja. Dus als we de volgende races gewoon niet meer naar de Mercedes kijken, hebben we een heel spannend seizoen te pakken. Nou ja, stel dat je inderdaad uh, twee als mercedes eigen, Als we die gewoon hun eigen Grand Prix geven. Vanaf ja, dan week. moeten we Max ook wegnemen eigenlijk, want die staat ook al. Die heeft bijna een dubbel aantal punten <laughs> ja. van Lance Stroll. Dat is dan weer niet goed. Dus uh, dan zouden we, als we, ook niet, als we ook Max niet zouden meenemen in die optelsom, dan zouden we Stroll, Norris, Albon, Leclerc en Gasly binnen uh, 14 punten van elkaar hebben. Dus ja, dat is wel spannend. Ja. Nice, nice. Oké, okay, uh, laten we naar de cijfers gaan. Voor cijfers. De... cijfers. Pierre Gasly. Krijgt mij een 9,5. Ah, een tien. Een 10 van mij. Ik had niet anders Een 10. Goed. Carlos Sainz. Het is maar één coureur <laughs> die eerder dit seizoen voor mij een tien heeft gehad, volgens mij. Ja, dat zou kunnen. Dat was Valtteri Bottas. Ik weet niet <laughs> Het was de alcohol waarschijnlijk, kan niet anders. De, 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 Pierre Gasly heeft nu evenveel Grand Prix overwinningen dit seizoen als uh, Valtteri Bottas. Hè? En Charles Leclerc en Sebastian Vettel bij elkaar geteld. Precies. Precies. Hé, hey, uh, Carlos Sainz. Hey, Carlos ze een 9. Een 9? Okay, ja, maar mij ook een 9,5. Kijk ja. maar beide een 9,5 als maximaal aantal. Gaat het maar goed? Lensvol? Lensvol volgens een 9. Een 9? Ja, een 9. Gemaximaliseerd, Marjolein. Gemaximaliseerd? Ja, zeker. Hij laat zich een beetje de kaas van het brood eten in die nee, laatste wat? rondjes. En die race kunnen winnen. Nee, dat had hij niet. Ja, had hij wel? Nee, want daar heeft hij het vermogen niet voor. Want je ziet dat Sergio Perez op plek tien eindigt. Dus ja, maar moet... Sergio Perez die laat het altijd afweten als het erop aankomt. <laughs> dus wat heb je Lensvol gegeven, Marjolein? Uh, een 8. Een 8. Oh. Ja, maar zo. minpunten omdat hij eigenlijk. Hij had meer had meer mm -hmm. in gezeten mm -hmm. voor hem. Mm -hmm. uh, het was gewoon een kwestie van uitrijden. <laughs> Zoals Gasly zegt. Nou, dat is zwaar. Lennon North. North. Krijgt voor mij een 8. Uh, ja, voor mij ook een 8. Uh, komt goed terug in de race. Valt onwijs goed aan. Ook Zeker in die eerste fase van de wedstrijd. Had eigenlijk hier ook een podium verdiend. Maar ja, Len Stroll. Met ja. zijn gratis pitstop. Jammer, Stroll. Valt Bottas. Krijgt voor mij een 7 ik heb een zes ik vond het een matige wedstrijd van Valtteri Bottas hm. ik kon eigenlijk geen potten breken dat is waar. en hij moet echt over zichzelf heen get over yourself dat ga, ga eens over, over jezelf heen ja Valtteri maar hij begint Bottas. het is alsof Lewis Hamilton hem heeft aangestoken serieus dat gejammerde de hele tijd kom op Valtteri aan de bak als je wil winnen moet je gewoon sneller zijn dan die andere gast zo simpel is het Daniel Ricciardo krijgt maar een zeven uh, nee, ik heb ook een, een 6. Want uh, oh, 6. Renault heeft gewoon niet gemaximaliseerd, Johan. Nee, ja, dat is waar. Lewis Hamilton uh, krijgt ze maar uiteindelijk een 7, omdat hij uh, weet terug te rijden naar die uh, zevende plek. In dit geval. Ja, ja voor mij een 8. Hij uh, reed natuurlijk gewoon een prima wedstrijd, maar wordt eigenlijk dus. Team een beetje benadeeld, misschien dat hij zelf ook beter uit zijn doppen kunnen kijken. Maar wat ik al zeg, Sven Kramer, ja. als de coach zegt dat je naar binnen moet, dan ga je naar binnen. Um, Esteban ook, een zes en een half. Ja, en voor mij een zes, uh, weer achter Ricciardo. Uh, oh, de kwalificatie. Het ja, blokken. blokken, jongen, jongen, ik maak er een vijf van. Vijf. Over, over een vijf zelfs? Over, ja over joh. Kras, 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 kras no uh, Ocon, hij is echt een Ocon heeft over de boordradio en over de afloop van de race nog behoorlijk lopen klaren. Ja, over Max Verstappen, uh, me vier, ik maak er nu een vier van. Nee, sorry, ga verder. <laughs> uh, nee, uh, niet over Max Verstappen. Hij heeft vooral op klare hoofd gezet dat uh, Renault naar zijn mening de race heeft laten lopen uh, en dat hij uh, haalt de balen van de prestaties van het team. Uh, dus hij begon daar een hele uh, episch over over de boordradio, waarop zijn engineer zei: uh, niet nu, uh, Esteban. Waarop hij vervolgens alsnog doorging... nee, vind vind dat we realistisch moeten zijn, jongens. Waarop zijn boordte zei: nee, nee, okay. Esteban, niet nu, niet, niet nu. En vervolgens heeft abit de Boel ingebroken in het gesprek en gezegd: uh, nu je mond houden en we spreken elkaar straks na de race. Punt. Oh, boordradio nee. uit. Oh, echt? Ja. Dus uh, uh, daar was een, uh, da daar speelde het een en ander. Maar goed. Uh, hmm. ik Fiat. Hij is wel negende geworden, dus exact. hij pakt wel, hij voegt wel iets toe aan het uh, punten totaal. Oh, twee puntjes in totaal. Ja, Ja, maar toch een, uh, een zes. Want het, het komt gewoon niet eruit hè? Nee, ik heb ook een zes inderdaad. Het komt er gewoon niet uit bij die jongen. Sergio dus, Perez. Sergio Perez, een vijf. Ja, heb ik ook Waardeloze een vijf. race. Ja. Waardeloos. Waar is Sergio Perez? Alles wat het beloofd is, krijgen we niet terug van Sergio Perez inderdaad. Nee. Het is altijd uh, goed in de kwalificatie, goed in de vrije trainingen. Uh, hij is erbij. Hij zou beter zijn dan Lance Stroll. Maar het is Lance Stroll die pakt gewoon alle punten dit seizoen. Wat mij betreft is de hele... Uh, Discussie over moet blijven. Ja, die is beslecht. Want ik zou bij God niet weten waarom die in de straat beslecht. Ja, dat is misschien natuurlijk een beetje koffiedik kijken en een beetje speculeren. En Een beetje speculatie, koffie is altijd goed. Misschien is het wel zo dat Sergio Perez al lang door heeft gekregen dat hij moet wieberen. En dan heeft hij zoiets van: Nou, dat is dan prima. Dan rijd ik mijn rondjes wel en tot de doki. krijg ik corona, hoef ik niet te rijden. Noedels. Nee, dat zou kunnen. Je weet het niet, hè? Goed, Latifi. Latifi, je krijgt maar een 7. Ja, ik heb ook een 7. Ja, Helaas geen punten, maar hij zat er wel goed bij. Hij had ook massel natuurlijk met die pitstop. Dat is toch een mooi afscheidskadeautje voor Cleen. Um, ja, dat was jammer. Was ja. jammer. Romain Grosjean. een zetje. Ja, 6, niet gezien. Kimi nee. Rijkonen. Een 6,5. Uh, ah, voor mij een 7. geen derde, man. Hij reed derde. Hij reed een podium. Ja, dat klopt. Maar ja, die auto. Zet Kimi in een goede auto, jongens. <laughs> George Russell. George Russell, uh, zes. Nou, ik een zetje. Dat kan niet uit de verf. Albon. Mijn 4. een vier. Poeh, lelijk. Ja, voor het hele weekend. Gewoon, ik vind het gewoon niet goed genoeg. Ah, hij zit ook in een shit auto. 5. Ja, oké. Okay, Giovanatti. Giovanatti krijgt mij een 5. Ik krijg mij een zes voor zijn mooie helm. Ah, true. Die is toch Pakken we de DNS nog mee? Ja, dan moeten we wel. Ja, dan gaan we de helemaal mag uh, Maar die had echt een poeprace en dan zal hij zelf ook vinden dat hij een onvoldoende ja, verzorging is. Maar snap ik maar een vijf. Ja, dat is ja, gewoon niet goed. Maar, Charles Leclerc? Uh, hij Ik heb een zesje gegeven. Zesje. Mooi dus, crash. Zesje voor de crash. Zesje voor de crash. En Hetzelfde geldt over macht en vettel in mijn geval. Dus ik heb gewoon nog drie zesjes genoteerd. Nee, ja, vettel die krijgt voor mij zeven. Want die, die piepschuim die ga ik als <laughs> gifje nog honderd keer gebruiken. Poef, poef, poef. <laughs> Dat is natuurlijk topbeelden. Ja, topbeelden. Mag ze een zesje? En, uh, en een zesje, een zesje, zesje voor de safety car. Daar ja. hebben we veel aan te danken. Een Dank hele spannende wedstrijd. Dank Ik zag het heen. social media account van Haas die twitterde het ook gelijk. Hè? Van uh, You can think us welcome. later. Ja. ja, precies. You're welcome. Ja. Ja. Daar zullen ze vast anders over nadenken in de debrief. Moeten we, ja. Moet we het nog even over Claire hebben? Nou ja, alles over kleggen hebben we volgens mij gezegd in onze ja. uh, podcast. Volgens mij hebben we dat End heel En of een goed era, Ja, en ik vond het heel mooi vandaag om te zien. Uh, heel veel mensen die dan zeggen: oh, nou gaat ze daar, die auto naar buiten zwaaien. En uh, wordt allemaal een beetje overdreven gebracht. En, nee, dit is gewoon heel tof. Er uh, was een heel mooi afscheidsinterview met haar bij Will Buxen. Um, en uh, waarin zij vertelde dat uh, sinds het overlijden van haar moeder er altijd ook een speciaal logo voor haar moeder op de auto uh, staat, op de Williams. En uh, na deze race wordt ook dat logo van de auto afgehaald. Ze zegt, uh, de familie Williams vertrekt uit de sport. En dat betekent dat we ook mijn moeder meenemen. Uh, want zij mag niet als enige hier achterblijven. We gaan ja. met z'n allen eruit ja. en uh, dit was het dan. En uh, daarnaast, uh, Wilbrooks, die had het niet meer. Die had echt aan <laughs> zijn ogen. Het is voor heel veel mensen, ja, het is emotioneel. Williams was het laatste familieteam, zeg ja, maar, wat nog, wat nog aanwezig was. Ja. Uh, ik heb het in de vorige podcast al gezegd. Wie het niet heeft gehoord, ja, luister het maar terug, ook al ben je het niet meer mee eens. Um, ik, ik denk dat Claire Williams uh, de meest volwassen, verstandige zet heeft gedaan die ze kon doen. Uh, door het team uh, te verkopen aan een investeringsmaatschappij. En niet aan een rijke uh, massenpin of een, uh, een echt een. Uh, ze heeft gekozen voor een Engelse investeerdersclub, uh, waar ook mensen in het bestuur zitten die zelf coureur zijn geweest. Uh, het, het, lig, het is nog steeds in Engelse handen. Dat was voor haar belangrijk. Ze heeft zwart op wit dat de naam Williams vooralsnog behouden blijft. Dat was voor haar belangrijk. Um, en ze heeft ervoor gezorgd dat het team kan blijven bestaan. Dat al die mensen die daar werken hun baan houden. Dat de volgende week gewoon weer gereest wordt. Um, en dat al die mensen gewoon door kunnen in de sport. Het betekent alleen voor haar persoonlijk dat zij er nu uh, uit moet stappen. Ze draagt het stokje over. Maar ik vind wel dat zij op de best mogelijke manier de legacy van haar vader uh, gewaarborgd ja, heeft ja, voor zeker. de toekomst. En dat, dat moet je haar nageven dat dat. Uh, uh, ja, knap gedaan. Nou, er zijn twee dingen die voor mij heel erg duidelijk maken vandaag... Hoe, wat voor rol Williams speelt binnen deze, binnen deze sport. Uh, voor de mensen, hey, mocht, je daar, mocht je daar überhaupt vragen over hebben... of mocht je daar over twijfelen misschien. Eén uh, is um, uh, natuurlijk gewoon deze week de reacties van de fans... op, op, alle, op al het nieuws. Um, polariserend uh, over Claire, als het gaat over de persoon Claire Williams... Nou ja, goed, daar, daar hebben we van alles over gezegd. En ik, ik denk dat we dat niet beter kunnen staan. wat dan dat we al gedaan hebben. Um, en ik, ik sluit me ook volledig aan bij wat je nu zegt. Inderdaad, als het gaat over het merk Williams. Uh, is het gewoon heel fijn om te zien dat alle fans zeggen: Nou, het is toch fijn dat het merk blijft staan. en dat het er blijft. En. Dat werd volgens mij onderstreept vandaag door het feit dat Renault vanochtend de persberichten deur uit deed dat de Renault, wat natuurlijk sinds 2014 weer terug is in de sport, onder de Renault vlag, wat natuurlijk van origine ook een oud, een oud merk is in de Formule 1, gaat van volgend jaar verder onder de Alpine vlag, Alpine, en dat is een, een submerk van van Renault ook gewoon. Dus binnen de groep Renault besloten we gaan nu onder die vlag verder racen in plaats van onder Renault. Maar ja, dan worden er schouders opgehaald en zeggen ze... oh nee, ja, blauw. Ja, oké, okay. geel <laughs> ja. gaat werken voor een blauwe auto. Oké, okay, maar genoeg geno toch, ja. <laughs> en dat, hoe mensen nu reageren op Williams is veel betrokkener... en is veel meer gericht op het behouden van zo'n team. En het andere wat ik heel mooi vond, was een filmpje... dat het Williams team zelf gepusht heeft... Na, na, volgens mij twee of drie uur na de race... Waarin iedereen nog hoog in emoties zat. Waarin ze Frank Williams laten zien, die hardlopend gaat over alle tracks, wat hij natuurlijk altijd deed. Mm. Uh, en vertelt over Williams. En, uh, en, en vervolgens halen ze ook Claire erbij. En alle quotes van coureurs. En de mooiste momenten, ook de slechtste momenten. En ze sluiten af met uh, We are Williams. Uh, we will stay Williams. En dan als laatste zin, als laatste woord in beeld. Always. En dat is een heel mooi sterk signaal naar iedereen toe. Van weet je wat er ook gebeurt? Uh, niks is natuurlijk voor altijd. Maar voor, voor zolang we kunnen, zullen we de naam Williams hanteren. En weet je, uh, laten we vooral hopen dat dat zo blijft. En uh, tot ver na 2025. Want ik kan me zo voorstellen dat in die Concord Agreement die er ligt, die ondertekend is door Claire Williams nog vanuit het Williams team, dat, daar, hè, dat ze ook met uh, de investeringsmaatschappij... nu heeft afgestemd. Als we doorgaan, of als jullie de boel nu overnemen, dan zijn jullie in ieder geval voor de duur van deze Concord Agreement zijn we sowieso Williams. En dan praten we over 2025 op papier. Laten we hopen dat dat in ieder geval, hè, fingers cross dat we dat gaan halen. Want dat zou wel fantastisch zijn. En ja, wie dan nog leeft, wie dan kijkt, weet je, hoe het dan gaat? Ja. Nou ja, de, ja, eens. Als Ferrari, als Ferrari besluit om te rebranden naar Fiat. Over, <laughs> ja, euh, omdat, omdat, de berg, omdat een burgemeteerd bedrijf erachter besluit dat dat beter is voor het bedrijf. Weet jij veel, over, dan zouden we ook maar z'n allen achterovervallen van schrik. Maar dat is nou helemaal de realiteit van de sport onderaan de streep. Uh, daar kun je ze veel aan veranderen. Dus ja, laten we hopen crossed, dat we dat tot 2025 volhouden. En dan gaan we daarna gewoon kijken. Maar ah, er zijn heel veel mensen die zeggen van ja, het is een kwestie van tijd: dat Williams volgend jaar stond de auto af en dan heet het anders. Uh, Zo'n vijf zal het niet lopen, denk ik. Nou ja, de, ik weet het niet. Ik, ik, ik snap die redenatie. Want niks is voor altijd. En we, we kunnen heel cynisch doen. En aan de andere kant denken welke sponsor is er een vredesnaam mee gebaat. om die naam de sport uit te trappen. Want het is alleen maar super slecht voor je merk. Ja, precies. Dus vanuit een marketingperspectief zou ik niet begrijpen waarom je dat uh, moet willen. En daarnaast, wat jij al zegt. Ja, niks is voor altijd. Claire Williams zei uh, tegen Will Buxton... Luister, ik zit al 44 jaar in de Formule 1. Ik ben geboren in dit team. Ik weet niet eens dat er een wereld buiten. Deze Formule 1-wereld om bestaat. Ja. Ze zegt: En daar ga ik vanaf dinsdag kennis mee maken. Ja, precies. <laughs> je, de open zich. Ze zegt: Ik hoor dat het daar ook best leuk is. Dus, uh, nou, dat ga ik dan maar onderzoeken. En uh, ja, goed, ze heeft ook nog een broer, geloof ik. En ze heeft inmiddels ook. Een ja, maar dat vroeg me. me Halen ze die broer wel uit het archief? Ja, ik wil die... het zeggen: die broer is directeur van het Williams Archief. Ja, dus, ja als ze er dus, uh, niet stapt, hoop ik wel eens een jongen niet vergeten. Anders ja, komen ze nog ja, een paar goed. jaar tegen het, uh, het is, ik snap haar ook heel goed. Weet je wat dat zij moeten doen? Tot in lengte van dagen dit team uh, moeten runnen. Wat kan ze? Op een gegeven moment moet je ook nadenken: wat is de exit strategy? Wil ik dit de rest van mijn leven doen? Nee, haar vader is inmiddels zo oud dat hij ook niet heel lang meer erbij zal zijn. Ik denk dat ze het al die tijd gedaan heeft, ook om haar vaders wensen en dromen uh, te waarborgen en ja. waar te maken. Uh, mensen zijn heel kritisch op haar dat, hè, qua sportief. Het heel slecht is gegaan met het team, nou daar hebben we het vorigje uitgebreid over gehad. Ze heeft gewoon echt ook pech gehad met een paddy Lowe... en allerlei uh, technical uh, directors die het voor haar uh, behoorlijk vernachteld hebben. Ze zit eigenlijk nu weer op een beetje een opwaartse lijn, dus uh, ik, ik heb er alle vertrouwen in dat ze wel weer terugkomen, maar vooral financieel en zakelijk heeft zij dat team boven water gehouden. Ze bestaan nog en ze bestaan nog steeds en ze kunnen door. En dat is uh, haar legacy en ook de legacy van haar vader. En wat dat betreft moeten we er niet verdrietig over zijn, maar alleen maar trots. En uh, wie weet, wie weet, komt ze ooit weer terug als ja, ze wat ouder is? Precies. Of wie weet, komt er uh, zo'n, uh, volgens mij is een zoon of dochter, weet ja. ik eigenlijk niet. Of allebei. Uh, ja. ooit weer terug, of, of de broer, of weet jij veel? Misschien ja. komt er ooit weer een Williams op die positie uh, terecht en dan niet als eigenaar, maar als uh, teamleader. Tuurlijk, ja, weet ja. jij veel? Ja. Kan allemaal. Je weet het niet. De Grand Prix van Monza 2020, het was me er eentje. Volgens mij gaat deze podcast de Grand Prix van Duitsland over stijgende kwartheid. denk je? Moeten we snel doorpraten, dan gaan we nog nee, verder. Euh, euh, Laten euh, we snel afronden. Of uh, volgende week Grand Prix van Mugello. Mugello. Ja. Mugello. Ja, de, de Duizendste standen. Grand Prix van Ferrari. Dat wordt met er eentje, joh. Komen er bij de Duitsers. Dat wordt ja. met er eentje. Geen Italiaans volkslied ben ik bang. Ik weet het niet. Zijn er zijn misschien. Weet, het misschien dat Gasli er wel zin in heeft. Ja. Misschien heeft hij nu de smaak te pakken? Ja, precies. Stel het, uh, iedereen kijkt naar uit. Zelfs Max stappen zei stappen. Uh, iedereen kijkt binnen Red binnen Bull ook uit naar de volgende week. Dus ik ben heel benieuwd. Een nieuw circuit. Het is wel een nieuw circuit inderdaad. Dus ja. uh, alle, voor alle coureurs. Relatief nieuw, inderdaad. Spannend. Ja, ben benieuwd. Dat toch? Ja. We gaan we weer. We gaan weer inderdaad. We gaan we weer. Goed, uh, we gaan afronden. Deze uh, podcast uh, ja, zit erop. Wil je reageren? Wil je mooie gifjes van uh, Gasly delen? Of McLaren? Of Sainz? Of uh, wat jij van deze race vond? Of wat je het allermooiste moment van deze race vond? Of hoe hoog jouw hartslag was in de laatste vijf rondjes van de wedstrijd? Zodat we kunnen vergelijken of die hoger of minder hoog was dan die van mij. Uh, dan kan dat via Twitter. Ja. Dat, kan dat kan via Twitter. Kan. naar f1 spoiler of naar Ed Of naar Ed Johan Voets. Of in onze Telegram-app. Die je kunt vinden door F1 te zoeken in Telegram naar F1 Spoiler alert. Chat. Yes. Heel ja. graag. Tot. Volgende week alweer. Volgende week. Ja. Dan gaan we gaan voorbeschouwen. Lijkt me leuk. Oké. Okay. Met pizza Alweer? pizza Helm. Oh. Zou die weer een andere hebben? Het is nog steeds in Italië. Pasta ja. Helm. We gaan het zien.